is gespeeld. Nee, awesome. Ja, ik ben wel benieuwd naar Red Dead. Dat, ben wel benieuwd. Ja, volgens mij is het wel een game up my alley, maar de reviews zijn wel dat het echt heel slow is. En dat soort dingen. Dat, ik weet niet of ik dat helemaal ga trekken. Die eerste game vond ik ook wel redelijk traag. Ja. Maar, ja. Ja, dat klopt. Weet ik nog. Red Dead 1 inderdaad. Ja, dat was ook heel traag. Ik vind het op zich niet erg, maar naarmate ik ouder word, merk ik dat ik dat steeds vervelender vind. Omdat je veel minder tijd hebt om te gamen. Dus je hebt nou niet meer hele dagen, niet altijd tenminste, om hele dagen te gamen ofzo. Of soms is het een avondje en je wilt gewoon even erin stappen. En dan is het zo'n spel die super veel tijd inneemt en dergelijke. Gaat je irriteren. Want je denkt, ik moet nog vroeg op, nog dingen doen en dat soort shit. Ja. Staat hij eigenlijk al aan? Hij staat even aan. Cool. We zijn los. We zijn los, ja. Stefan, we gaan vandaag gaan we twee van mijn favoriete onderwerpen doen. Videogames en fenomenologie. Fenomenologie of filosofie? Fenomenologie. Oké. Okay. Ja, maar dat is filosofie, toch? Nee, maar... Oké, vertel meteen. fenomenologie is een subdiscipline, zou ik van het stijl van filosoferen, zou ik zeggen. Maar hoeven we nog niet gelijk in te duiken, denk ik. Oké. Okay. Nou, wat ik benieuwd naar ben is, ten eerste, wat is fenomenologie? Dat is misschien wel handig om even uit te leggen. Mm-hmm. En hoe ben je erbij gekomen om dat toe te passen op videogames? Oké, okay, zal ik beginnen bij het tweede? Ja, want dat is eigenlijk goed. Het meest logische beginpunt voor het verhaal. Ik heb filosofie gestudeerd hier in Nijmegen, aan de Radboud Universiteit, net als jij. En ook, ja, ja. Kijk. En dan ga je op een gegeven moment verschillende vakken volgen en dan word je geïntroduceerd in de geschiedenis van de filosofie. Mm. In de verschillende subdisciplines van de filosofie. Bij het vak ethiek... waarvan je zou denken dat het gaat over goed en kwaad en morele keuzes maken, et cetera, ging het op een gegeven moment over fenomenologie. En fenomenologie is, kort gezegd, de studie van de ervaring. De naam zegt het voor een deel al, fenomenen, verschijningen, daarvan de logos, de reden, de logica ontwaren. En dat was relevant voor die cursus ethiek, omdat... Een van de manieren hoe je kan onderzoeken wat goed en kwaad is, hoe je moet handelen in de wereld, is te analyseren wat jouw ervaring van de wereld is en welke dingen je in de werkelijkheid belangrijk vindt. Uh-huh. Dat was de insteek van die keuze. En hoe verschilt dat dan van het zeg maar beschrijven van een subjectieve ervaring? Dat hoeft niet te verschillen van elkaar. Uh-huh. Dus dat kan een gedetailleerd genoegen of een uitgebreide... beschrijving van een subjectieve ervaring. Mm-hmm. Kun je alles vinden? Ik begrijp dat een fenomenologische beschrijving kan samenvallen met het beschrijven van een subjectieve ervaring. Mm-hmm. Maar ik, volgens mij als je een fenomenologische benadering neemt, ga je niet gewoon beschrijven wat iemands ervaring is. Toch? Dat kan. Om het helemaal te begrijpen, moet je ook wat weten van de geschiedenis van de fenomenologie. Ik zal niet helemaal beginnen bij Brentano of iets dergelijks eind 19e eeuw. Dat is misschien wat te ver terug. Maar er is een hele school van filosofen die in die fenomenologische traditie staat. Mm. Ook de existentialisten, de meer 20e eeuwse filosofen, zoals de zeer bekende Sartre, Camus, die stonden in die traditie. En wat zij deden was aan de ene hand gewoon boeken schrijven en daarin situaties beschrijven. Dus dat gaat ook over subjectieve ervaringen die vormgeven in boeken. En dat heet ook fenomenologisch. Dat kun je ook zien als een fenomenologische analyse. Okay. Bijvoorbeeld van situatie, hoe het is om, om maar een voorbeeld te noemen, de situatie van de sterfelijkheid of zo, weet je, die kun je... Kom je in romans van Camus, kom je die tegen, dat die ervaring, die wordt dan in een boek opgeschreven. Maar je kunt diezelfde ervaring, kun je ook filosofisch beschrijven, dat wil zeggen, niet in de vorm van een roman, maar in de vorm van een academisch paper of boek. Ja. Dan kun je gaan onderzoeken wat het betekent om sterfelijk te zijn en wat die ervaring voor jou betekent. Mm-hmm. Dat je niet voortdurend aan het denken bent aan
je sterfelijkheid, maar dat je op sommige momenten overvalt bijvoorbeeld. En dan kun je dat, gaan analyseren. Ja. Wanneer overvalt me dat? Ja. Hoe voelt dat? Ja. Waar hangt het mee samen? Ja. Dus dat is fenomenologie. Dat is fenomenologie. Okay. Ja. En in die cursus kregen we de opdracht om een literair werk te pakken en dat te relateren aan die fenomenologische traditie. Uh-huh. Dus om eigenlijk een literair werk te analyseren en te zien wat er in die roman naar voren zou komen als, of in dat literair werk naar voren zou komen als belangrijk, van waarde. Uh-huh. En toen heb ik gekozen om dat met een game te doen. En wat houdt zo'n fenomenologische onderzoek dan in? Nou, dat was dus de inzet van mijn onderzoek destijds. Dus dan hebben we het nog over een B3 paper. Dus dat is een bachelor 3 mm-hmm. van de universiteit. Dat is niet zo heel hoogdravend. Maar toen heb ik onderzocht van hoe zou je dat aanpakken? Dat is eigenlijk de vraag waar je begint. Want een boek lezen, dat kunnen we allemaal. Een literaire analyse van een boek maken, dat kunnen we ook eigenlijk allemaal wel. Dat leren we ook op de middelbare school. Maar bij games is het misschien net wat anders. Er komen misschien andere zaken bij kijken. Mm-hmm. Kort gezegd kwam het antwoord waar ik op uitkwam, was eigenlijk tweeledig. Je kunt twee benaderingswijzen aanpakken, nemen. Mm-hmm. Aan de ene kant kun je, als je een game fenomenologisch gaat analyseren, ja. Okay. Dan kun je zeggen, ik ga de game spelen. Of ik denk terug aan een game die ik net heb gespeeld. Mm-hmm. En ik ga voor mezelf analyseren wat er gebeurt wanneer ik die game speel. Mm-hmm. In wat voor sfeer brengt het mij? In wat gevoelens komen er in me op? Hoe zit de game? Of op welke momenten vind ik dat de game niet meer werkt? Word ik uit de ervaring, de spelervaring gerukt? Mm-hmm. En word ik weer teruggeworpen op mezelf? Mm-hmm. Dan denk ik van, oh ja, shit, ik ben gewoon een mens. En niet een half ork of weet ik veel wat, mm-hmm. wat je aan het spelen bent. Niet een cowboy in Red Dead of niet een voetballer op een grasmat als je FIFA aan het spelen bent. Ja. Maar denk je weer van, oh ja, het is gewoon een game. Ik ben gewoon een spelletje aan het spelen. Bugs kunnen ook op die manier werken, dat je denkt van, hey, er is een bug in het spel en daar gaat het verhaal gaat daar mis. De illusie die wordt opgeworpen. Dat is de ene kant, dus dan je spelervaring analyseren, mm-hmm. om daarop reflecteren. En aan de andere kant kun je ook de videogame als cultureel of literair werk serieus nemen. Als een neerslag van fenomenologische analyse van een kunstenaar. Als een neerslag van de... Ja, okay, dat is een moeilijke manier om te zeggen dat aan ieder kunstwerk een bepaalde ervaring te grondslag ligt. Mm-hmm. En dat is niet vanzelfsprekend dat zo is. Je kunt ook sommige kunst is simpel representatief. Dus dat je zegt, ik ga bijvoorbeeld een schilderij maken, dat als je de kunstgeschiedenis erbij pakt, zie je dat ook. De kunst ontwikkelt zich op een bepaalde manier. Het begint eerst heel symbolisch. Met grottekeningen van dieren die gewoon verwijzen naar dieren die in het wild leven. Op een gegeven moment heb je ook een meer realistische periode waarin het schilderen te doen is om het zo getrouw mogelijk weergeven van de werkelijkheid. Mm-hmm. Maar zeker zo rond de impressionisten, dan komt ook wel het idee van, je kunt ook kunst gebruiken om een bepaalde subjectieve ervaring weer te geven. Ja. En ook over te dragen. Dus dan is het me niet te doen. Hè. Stel ik ben Paul Cézanne en ik schilder een landschap en ik wil daarbij overdragen een gevoel van melancholie. Mm. Of de ervaring overdragen dat als je in het landschap staat, dat het je overweldigt. Mm. En dat je niet alles in dat landschap in één keer kan opvatten. Of niet in één keer kan zien en kan waarnemen en ervaren. En dan kan ik dat die ervaring, waarvan Merleau-Ponty dan zou zeggen, dat is eigenlijk al een fenomenologische analyse. Mm. En zo'n kunstenaar heeft goed moeten nadenken over wat hem of haar gebeurt in zo'n situatie, om dat schilderij überhaupt te kunnen maken in de eerste plaats. Om dat kunstwerk, dat literaire werk,
te maken. Ja. In de eerste plaats. Ja. En dan kun je dat ook met videogames doen. Dus mijn favoriete voorbeeld is Zelda. De allereerste Zelda. Mm-hmm. Daarvan gaat het verhaal dat begint bij een hele simpele ervaring die de maker van het spel heeft. Gewoon een soort van ervaring op het Japanse platteland, avonturen beleven. Mm. En waarschijnlijk zijn dat gewoon een soort van hele naïeve of simpele avontuurtjes geweest. Gewoon met vrienden en vodden. Ja. Maar de ervaring van alles kan me overkomen. En die ervaring heeft hij proberen te stoppen in die eerste Zelda game. En ik denk deel van het succes van die game. Alom geroemd ook als een van de beste games. En natuurlijk gewoon de Zelda franchise is. Mm-hmm. Misschien wel de meest gelauwerde videogame franchise ooit. Mm-hmm. Dat denk dan deel van het succes daaraan te wijten is. Dat er één visie, één impressie die de makers willen overdragen. Dat die heel duidelijk in die game naar voren komt. Ja. Dus Dat kan ik nog wel in vinden, want als ik terugdenk aan games die ik gespeeld heb, of misschien films die ik gekeken heb, of iets dergelijks, dan is dat vaak ook geweest dat zij een bepaald gevoel aan jou overdragen, inderdaad. En als je terugdenkt aan, als ik terugdenk aan een Final Fantasy, wat ik vroeger veel gespeeld heb, denk ik niet per se terug aan de dingen die ik gedaan heb, maar aan het effect wat een Sephiroth op je houdt, of aan het effect van het ronddwalen in de wereld, of het effect wat dat eerste stadje Midgar op je had als zo'n groot mechanisch bouwwerk. Dus ja, dat kan ik wel aan vinden wat je zegt. Ja. En je kunt dat in principe met alle games doen. Je kunt daar bij alle games over nagaan van wat is het wat de maker probeert te zeggen en wat doet het met mij. Dus je eigen gameervaring analyseren of de game vet als productie. Ja. En hoe heb je dat dan gedaan met Bioshock? Met Bioshock, dat was eigenlijk maar een soort van testcase voor die methodologie. Ik had die gewoon geabstraheerd van uit te werken van die fenomenologen. En toen heb ik dat toegepast op Bioshock. En bij Bioshock kun je dat dus ook weer op twee manieren doen. Ja. Misschien is het goed om even kort het verhaal van Bioshock uit te leggen. Ja. Bioshock is sowieso de beste game, denk ik, ooit gemaakt. Laten we daarmee gewoon mee beginnen. Ik vind dat gewoon een heel vette game. Het is, simpel gezegd, is het gewoon een shooter. Hmm. Dus dat zou je misschien op het eerste gezicht denken. Het is een spel dat zich afspeelt. Dan hebben we het over de eerste Bioshock. Hmm. Er zijn meerdere Bioshocks gemaakt, maar als we het houden op de eerste. Dan gaat het over een man. En die stort neer met het vliegtuig boven de oceaan en komt aan bij een soort van vuurtoren. Dus heel toevallig is daar een vuurtoren. Daalt af met een soort lift die hij vindt, of eigenlijk een onderzeeër die hij vindt in die vuurtoren, naar een stad op de bodem van de zee. En daar blijkt een stad te zijn, Rapture. Mm-hmm. En Rapture is is heel geavanceerd. Het speelt zich een beetje in de jaren. Ik weet niet zeker, jaren 60, denk ik. En op de bodem van de oceaan vindt hij daar een. In de hoogtijdperk van de American Dream, in ieder geval. Precies, ja. En daar vindt hij een stad. En die stad die is gemodelleerd naar de filosofie van Ayn Rand. Het Amerikaanse objectivist, filosoof. Die beschreef van, ja, we moeten alles volgens het ultiem vrije marktkapitalisme beheersen. Maar heel die stad die is helemaal in ontbinding. Jij komt daar aan wanneer een soort burgeroorlog in volle gang is. Dus die hele stad die implodeert. En jij staat eigenlijk in het midden daarvan. Mm. Rondom jou gaat alles naar de tering. En jij moet uitvogelen wat er aan de hand is. Eerst heb je nog het plan om te ontsnappen. Maar ja, dan begint het verhaal. Ik heb wel eens bij een lezing dat ik hierover vertelde, kreeg dat ik niet mag spoileren, dus ik zal dat nu nog maar even niet doen. Dat is ook niet nodig voor het verhaal. Nee. Trouwens deels wel nodig voor het verhaal. Je kunt die game kun je dus ook op die manier analyseren. Er zijn making-ofs van dat spel. En Ken Levine, de maker van Bioshock, die heeft ook best wel veel
lezingen, publieke uitingen gedaan over wat het voor hem betekende om die game te maken. Dus ja. De methode dat je het spel als een neerslag van een bepaalde ervaring gebruikt, die kun je ook gebruiken. Die kun je toepassen op Bioshock. Dus dat heb ik gedaan. En daarnaast, parallel daaraan, heb ik het spel ook gespeeld. Ben ik gewoon nog eens ervoor gaan zitten. Ja. En heb ik het nog een keer gespeeld. Ik had hem al een keer eerder ervaren. Ja, en dan vallen je bepaalde dingen op aan die game als je dat doet. Dus wat bijvoorbeeld opvalt is wanneer dat de game heel goed werkt. Mm-hmm. Wanneer dat de game niet goed werkt. Het effect wat bepaalde narratieve trucs of eigenlijk plotwendingen in het spel voor invloed hebben op jou als speler. En eigenlijk het leukste aan de game is dat het ook een soort commentaar is op een fenomenologisch commentaar zelf vormt op het medium videogames. Mm-hmm. En dan moet ik wel een beetje spoiler territory in. Doe maar gewoon. Dus dan moet ik dan gewoon doen. We stampen het wel. Is goed. Je weet eigenlijk niet wie je bent als je de hoofdpersoon. Als je landt, als je neerstort met dat vliegtuig, dan wordt jou niet echt verteld wie het karakter is dat je speelt in die game. Het wordt een beetje slinks gedaan. Dus je opent het openingshot van de game is eerst een citaat en dan zie je dat je als speler zo'n soort kistje open doet. En dan zie je een foto van je familie. En daarmee wordt al de suggestie gewekt dat je een persoon bent die een heel geschiedenis heeft. En van alles heeft meegemaakt. Maar gaandeweg de game kom je erachter dat dat niet het geval is. Dat jij namelijk dat je een pion bent in een spel. Dus er zijn allemaal mensen die proberen jou alles van alles op de mouw te spelen. Je moet daarheen om die persoon te vermoorden. Je moet daarheen om dat mysterie te ontrafelen. En hoe verder je daarin raakt, hoe op een gegeven moment kom je erachter van oké, er is iets geks aan de hand. Waarom ben ik dit allemaal aan het doen? Het is niet helemaal duidelijk. En dan zit er halverwege het spel eigenlijk een soort van plot twist in, waarbij de bad guy, Andrew Ryan, zo zie je al een beetje soort wordplay op die Ayn Rand naam, die filosoof die haar filosofie in die game terugziet. Die Andrew Ryan, die zegt tegen jou, die openbaart aan jou dat je het resultaat bent van een experiment om een soort genetisch gemanipuleerde kloon te maken die allemaal bevelen opvolgt. En zodra dat geopenbaard wordt, dan is ook duidelijk dat je helemaal geen vrije wil had. Het karakter wat je speelt had geen vrije wil. Werd op elk moment in het spel werden jou orders gegeven. Via een radio is er een figuur die Atlas heet en die stuurt jou de hele tijd. Die zegt de hele tijd, would you kindly, ... wil je alsjeblieft voor mij dit doen? En op al die momenten triggert er iets in jouw genen dat ervoor zorgt dat jij al die bevelen opvolgt. Wat wil je zeggen? Jij als speler was degene die bestuurd heeft. Precies. Dus hier komt de vraag. Precies op dat moment zie je een soort van verdubbeling of eigenlijk een splitsing. Dan zie je dat de eenheid tussen jou als speler en jou als spelkarakter in de wereld, die wordt opgeheven. Precies tot het punt van die plot twist dacht je nog dat er een eenheid bestond tussen jouw wilsakte. Tenminste, die ervaring had je. Ja, die ervaring heb je. Ja. Heel sterk van, oké, ik ben gewoon de keuze aan het maken. Ik ga deze missie nu uitvoeren. Ik ga dit nu doen of dat nu doen. En je moet er ook actief voor handelen. Dus je moet met de muis en toetsenbord of met de controller moet je, dingen gaan doen in die wereld. En je moet het ook goed doen, want anders dan kom je niet verder in het spel. En die agency, zo noemen we dat dan, in de filosofische parlance, daar heb je een heel sterke ervaring van, maar het spel koppelt jou dan op een gegeven moment terug van, ja, maar dat is helemaal niet zo. En dat vind ik een fascinerende move die ze daar maken. Ja. Dat is eigenlijk een soort commentaar op het feit dat je als speler heel erg de ervaring van agency, van sturing kan hebben. Terwijl dat feit in feite een loze
ervaring is. Dus die blijkt niet te kloppen. Ja. Ik vraag me dan alleen af, wat is de status van zo'n verwarring wat je daar laat optreden? Want uiteindelijk ben jij als speler wel degene geweest, niet als speler, maar als persoon die gekozen heeft om dat personage heen en weer te bewegen. Mm-hmm. En nu zegt iemand anders tegen het personage wat jij aan het besturen was, je had geen eigen keuze. Maar jij had wel een keuze en jij was degene die aan het besturen was. Dus ik vind het heel moeilijk om mijn hoofd eromheen te rappen wat hier nou precies gebeurt. Want in principe is wat daar in het spel plaatsvindt, los van wie jij bent, wat jij bent. Ja. Dus ik denk dat hier misschien ook de vraag opspeelt, hoe zou het in een film werken? In een film zou je dit niet kunnen doen? Nee, want dan heb je geen sense of agency. Je hebt geen gevoel dat je vrijheid in de actieve zin van het woord. De vrijheid om dingen te doen. Een vrije wil hebben om de wereld te veranderen. Die heb je niet in een film. Daar ben je altijd passief. Ja. Maar ben je in videogames eigenlijk ook niet puur bevelen aan het opvolgen? Je bent eigenlijk gewoon quests aan het doen. Er wordt iemand jou een quest gegeven en jij voert hem uit. Ja. En ben je dan niet minder dan gewoon een... Daar komt het kunstzinnige karakter van de videogame om de hoek. Het is een soort van kunstuiting. En dus ook alleen maar een commentaar. Het is geen filosofisch bewijs voor of tegen vrije wil of zoiets. Zoiets moet je daar niet achter zoeken. Maar het is een commentaar op het belang wat vrijheid in onze ervaring speelt. Ja. Het grappige in de game is ook dat de tweede helft van de game, dan word je eigenlijk bevrijd van die psychologische band. Dan ben je vrij. Maar dan rijst de vraag van, wat betekent dat dan nog? Zeg maar, hoe verhoudt mijn vrijheid zich als gamer tot de vrijheid van het spelpersonage? Dus het is een commentaar, zou ik zeggen. Ja. Dat is gewoon één van de dingen die uit de game blijkt, dat die heel belangrijk is voor onze ervaring. Je kunt eruit halen dat het voor ons nu in deze setting, in het echte leven, ook heel belangrijk is dat we een sense of agency hebben. Dat vinden we gewoon iets wat we van waarde vinden. Om even terug te komen op van wat kun je er nog meer met die analyse uit zo'n game halen of uit Bioshock halen. Je kunt er ook uithalen. Ten eerste dat bijvoorbeeld het belang van sterfelijkheid. Dat je moet kunnen falen in de game op een bepaalde manier. En dat gebeurt dan vaak, net als in andere shooters, door te sterven. Dat is een soort van fail state. Dat is een belangrijke drijfveer in veel videogames. Dat het moeilijk is, dat er een uitdaging in zit. Misschien is dat in het echte leven ook al zo. Dat zeggen veel filosofen ook al los van videogames. En dat sterfelijkheid een belangrijke categorie is. Ja. En ik denk dat videogames daar in veel gevallen wel een belangrijke, op dat moment wel een bewijs voor leveren. Van een goede manier om dus een spelervaring van waarde te voorzien, is om er zoiets als de dood op te plakken. Hè? Zo op een fail state van, je hebt het niet goed gedaan, je bent gestorven. Ja, in ieder geval de mogelijkheid dat je dood kan gaan. Moet erin zitten, want anders heeft het ook geen zin. Ja, dat werkt voor veel games, gaat die pet op. Ook de betekenisvolheid van de wereld. Dus het feit dat is het derde ding wat ik dan in dat artikel, wat voortkwam uit dat hele verhaal, naar voren kwam, was van de wereld moet betekenisvol hebben. Dus betekenisvol zijn. Dus als jij rondloopt in een wereld, dan moet je kunnen plaatsen wat daar in te vinden is. Je moet betekenis voor je hebben. En Bioshock doet dat echt super goed. Dus die wereld is super rijk. En gelaagd. En je vindt overal een soort van dagboeken die mensen in die spelwereld hebben bijgehouden. En dat zijn tapes. Dus dat zijn geluidsopnames. Mm. Waarop ze dan iets hebben opgenomen wat ze hebben meegemaakt die dag. En dan soms zijn het oudere opnames van voor de burgeroorlog die er in die stad is uitgebroken. En soms is het een soort van ervaring tijdens die burgeroorlog. En zo bouw je een beetje aan. Met die opnames bouw je een beetje de wereld op. Met die wereld op. En krijg je de illusie dat er een grotere wereld is. En daar kun je dan weer het fenomenologische punt of het ervaringstechnische punt uithalen. Dat onze wereld ook helemaal overloopt van de betekenis. Dus het is heel moeilijk om je een wereld voor te stellen waarin dingen
weinig tot geen betekenis voor je hebben. Hmm. Dat komt ook omdat wij betekenisgevende wezens zijn. We proberen overal een betekenis aan toe te kennen. Ja, dus dat waren de drie dingen die ik dan uit Bioshock haalde. Dus samenvatting, drie dingen. Vrijheid, sterfelijkheid en betekenisvolheid van de wereld. Ja, dus dat waren drie punten die vooral een soort... Dus je hebt eigenlijk door een fenomenologische benadering van de videogame te nemen, heb je drie zaken eruit kunnen halen die ook belangrijk zijn voor ons leven als mensen buiten videogames. Ja, en dat was toen vooral een soort van exercitie van kan ik dat... Werkt die methode? Werkt dit inderdaad? Oké. Kun je dat... En want deze drie dingen, die drie betekenissen wat je eruit hebt gehaald, zijn geen dingen die je niet haalt als je niet naar videogames kijkt. Dus als ik naar literatuur of naar films kijk, haal ik ze, kan ik dit ook eruit halen? Of zeker, kan ik dit ook eruit halen? Ja. Dus wat is er in dit geval speciaal aan videogames, afgezien van andere kunstwerken? Nou, wat denk ik uniek is die agency die je in videogames hebt. Dat lijkt me ook het definiërende karakter van een videogame. Mm-hmm. Die agency heb je ook wel in andere spellen. Ja, dus je kunt ook een bordspel heb je ook agency in. Of tikkertje of zo. Dus het is niet exclusief voor videogames. Ik denk dat, dan kom je eigenlijk een beetje bij... Wittgenstein die zegt, je kunt geen definitie van een spel geven die alle spellen en alleen maar spellen beschrijft. Ik denk dat dat ook waar is voor videogames. Dus had er dan een videogame die een definitie als je hebt er agency in. daar weer een soort tegenvoorbeeld voor is. Dus het is moeilijk om dat helemaal te definiëren. Maar ik denk dat een van de krachten ook van videogames is dat er agency in zit. Mm-hmm. Dat je handelingen kunt uitvoeren. En dat vind ik ook wel echt de meerwaarde ten opzichte van films en boeken. Dus je kent ook wel, als je een beetje gamet, ken je voorbeelden van spellen waarin boeken zitten. Mm-hmm. Dus het soort van, dat vind ik altijd wel fascinerend gegeven dat games hebben in zekere zin ook de andere media geabsorbeerd. Ja. Je kunt gewoon Skyrim gaan zitten spelen. En alleen maar boeken gaan zitten lezen. Ja. Ik zou het je niet aanraden, maar het kan. Ja. Ik weet nog dat ik Morrowind gewoon boekenwinkels afliep op zoek naar vette boeken. Oké, okay. Dan ben je een ander soort gamer dan ik. Maar, weet je, ik deed wel andere dingen, hoor, maar ik deed het ook wel. Ja, er stond recent ook op Polygon precies zo'n artikel van ik heb alle boeken in Skyrim voor je gelezen, zodat jij het niet doet. Dat vond ik wel interessant. En op dezelfde manier heb je dat ook met films. Ik bedoel, er was, het is alweer een tijd geleden, maar Metal Gear Solid 4, ik weet dat een game is die jij ook leuk vindt. Of de Metal Gear Solid reeks in ieder geval. Die staat erom bekend dat daar gewoon filmpjes tussen de gameplay in zitten. Die soms hele even lang zijn als een speelfilm. Ja, hele films. Die je ook kan opslaan. Dat je gewoon zo kan pauzeren en even later kan verder gaan met de cutscenes. Ja. Wat ik net zei over dat ik me tegenwoordig steeds meer irriteer aan games die er lang over doen. Bedoelde ik eigenlijk Metal Gear Solid. Want toen ik 4 speelde en ik keek films en cutscenes van 1,5 uur. Volgens mij is de eindcutscene echt 2,5 uur zoiets. Ja. Toen vond ik dat echt geweldig. Maar een tijd geleden startte ik het weer op. Ik had Metal Gear Solid 3 opgestart. En ik dacht, ik zit nu in 1 uur filmpjes te kijken. Heb je tijd voor? Kan ik spelen of niet? Ja. Ja. Maar dat is... Ik vind het wel leuk dat de games steeds meer cinematisch worden. Mm-hmm. Waardoor dat narratief veel sterker verteld kan worden. En het heeft ook veel meer effect op je. Want de graphics zijn beter. De voice acting is veel beter. Horizon Zero Dawn was daar een enorm goed voorbeeld van. Sfeer. God of War. Geweldig. Dat vind ik geweldig. Waar ik alleen bang voor ben. Of tenminste, wat ik jammer zou vinden. Is dat... er te veel nadruk gelegd wordt op dat narratieve en die cinematische en minder op het creëren van die sense of agency. Dus dat het veel meer is van punt A naar punt B lopen, zonder dat je daar zelf over na hoeft te denken en een mooi filmpje te zien. Ja. Want bijvoorbeeld in oude spellen zoals Fallout en dergelijke had je niet zoveel cinematische dingen, maar je had wel heel veel agency. En in spellen, sommige spellen zoals Far Cry en dat, en zo is het veel minder. Maar bij een Bioshock, bij een Horizon Zero Dawn en bij... wat was die laatste?
nadenken. God of War is dat echt een enorm goede samensmelting van beide, beide aspecten. Ja, het is duidelijk een spectrum. Hè? Dus aan de ene kant het cinematografische aspect dwingt de spelmaker soms om de regie te nemen over de situatie. Dat zie je vooral bij games als... Mijn voorbeeld, favoriete voorbeeld daarvan is zoiets als Uncharted. Een PlayStation game, PlayStation exclusive. Daar zijn ze al volgens mij 4 of 5 games lang. Zijn ze je eigenlijk gewoon op 1 achtbaanrit aan het nemen. Ja. Daar hoef je bijna nooit na te denken over... Oh, wat is nou de volgende stap in het verhaal? Want voordat je daar aan kan denken überhaupt... komt er alweer een... valt de toren waar je in staat om... en dan word je gedwongen om hordes zombies te verslaan. En weet je wordt helemaal meegenomen in het verhaal. Ja. En dat is heel duidelijk die Hollywood-stijl van vertellen. En daar heb je heel weinig... Nou, daar heb je wel in ieder geval de illusie van agency. En als jij niks doet, dan... gebeurt er ook niks. Dan breekt die illusie ook. Ja. Dat kun je in Uncharted ook gewoon testen. Ik bedoel, als je in een brandend huis staat... dan schreeuwt heel de set van... je moet verder, je moet dingen gaan doen. En als je dan niks doet, dan kun je daar rustig zo'n kwartier... in een brandend huis staan, dan gebeurt er niks... en dan is de illusie totaal gebroken. Maar het spel dwingt je heel erg... of dwingt je heel erg ook die illusie van vrijheid op. Hmm. En zo'n game als Bioshock, die doet dat ook. Je gebruikt daar bepaalde trucs voor. Lichteffecten of bepaalde prompts op het scherm... van je moet nu dit gaan doen... of bepaalde puzzels die je worden opgedwongen... die jou echt soort van gevoel geven dat jouw actie nodig is. Hmm. Nou, dat aan de ene kant van het spectrum... maar aan de andere kant van het spectrum heb je ook een set games... waar die zo agency-driven zijn dat er eigenlijk geen verhaal is. En dan denk ik aan spellen als Minecraft of... moeilijk voorbeeld, maar de huidige Fallout game die nou zoveel shit krijgt. Of Sea of Thieves, die recent uit is gekomen. Nee. Het zijn games die bieden je eigenlijk bijna niks. Zou je Fortnite ook daarin schaden? Nee. Ja, deels. Ja, volgens mij komt er vandaag een soort van Minecraft-achtige add-on uit voor Creative Fallout. Creative mode. Dan kan je je eigen server, je eigen eiland hebben. En dan kan je allemaal vrienden en mensen uitnodigen om naar jouw eiland dingen te gaan doen. Ja. Ja. Nou, dat zit heel duidelijk aan die ene kant van het spectrum. Maar, ik denk aan Ark Survival, Eve Online, Star Citizen wat er aankomt. Dat zijn eigenlijk gewoon een soort van zandbakken. Star Citizen komt er al 5 jaar aan, toch? Ja. Volgens mij als die ooit uitkomt, dan is het precies zo'n game. Maar dat zijn games die bieden je eigenlijk alleen maar een zandbak om in te spelen. En een zandbak heeft ook geen verhaal, een echte zandbak. Dat moet je zelf maken. Je moet zelf je fantasie erop op loslaten en dan zelf een verhaal bedenken. En daar heb je dan superveel gevoel van agency. Want dan ben je bent echt het begin en het eindpunt van het verhaal. Ik denk dat ook de aantrekkingskracht is van dat soort games. Die zijn ook razend populair. Precies omdat ze je alleen maar heel veel vrijheid bieden. En heel weinig opdringen. Wat dat betreft. Het is inderdaad ook gek dat je... aan de ene kant een game als Minecraft, wat eigenlijk een heel simpel, weinig productiewaarde game is. En een spel heb als Uncharted, waar zoveel, ik weet niet hoeveel euro's erin gaan, maar veel. Teams, internationaal. En volgens mij is Minecraft populairder, zo niet veel populairder dan Uncharted. Ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat Minecraft was gewoon van jongens, maak plezier. En Uncharted is van, jullie kennen Uncharted? Hier heb je nog een Uncharted. Dus zij hebben ook echt een doel wat ze willen geven als ervaring. Dus als Uncharted nu opeens iets zou zeggen van, joh, ik ga het opeens aanpassen. Het is niet echt Uncharted meer. Dan krijg je juist die fans die worden boos. Omdat hun ervaring van Uncharted veranderd wordt naar iets als Far Cry of zo. Ja, en daarbovenop kun je ook nog zeggen. Ik bedoel, er zijn ook nog een heel andere type games. Daar heb ik nog niet echt over gehad. Maar je hebt gewoon heel veel verschillende soorten games. Naast dus games die heel erg narratief zijn en heel erg sandboxy, heb je ook nog competitieve games. Die helemaal zitten op de FIFA of zo. Of Fortnite. Die schaak ik daar ook onder. Ja. Games die eigenlijk vooral op de sociale component zitten. Dus het competitie element. Daar vindt het verhaal eigenlijk plaats buiten de game.
Het is niet eens zo dat je, dat je in de spelwereld een verhaal aan het scheppen bent. Je doet gewoon potje na potje. Maar daar is het verhaal meer iets wat je meeneemt en op het schoolplein kunt bespreken. Dat denk ik dan vooral bij Fortnite aan. Van ja, gisteren was ik in die match en toen was ik overgebleven bij de laatste twee. En toen verstopte ik me in dat huis en toen kwam je voorbij rijden en het schoot ik hem dood. Dat zijn van die verhalen die ontstaan in een match. Mm-hmm. En die leiden dan leven eigenlijk buiten het spel om. Want zodra die match voorbij is, dan verdwijnt die match zelf gewoon in de servergeschiedenis ergens. En kom je nooit meer terug. Ja. Maar die verhalen, die blijven doorleven. En misschien dat nog zelfs wel, want Fortnite is nu gewoon het populairste spel wat er is. Mm-hmm. Dat is misschien nog wel op die manier nog wel interessanter dan blijkbaar voor mensen dan de ervaringen die narratieve spellen bieden. Ja. Maar ik denk dat daar hetzelfde geldt als bij boeken. Ik bedoel, volgens mij is BioShock een beetje de cult en de Dostoevsky van de gamewereld. Mm-hmm. En Fortnite meer de Donald Duck van de literaire equivalent. Het is gewoon heel leuk, maar het is niet... Dus ze proberen niet hetzelfde te doen. Nee. Dus ze proberen natuurlijk heel andere dingen te doen. Ja. Fortnite wil gewoon een leuk spelletje maken. En BioShock wil iets zeggen. Ja. Toch? Ja, precies. Ja. Ja. En dan is het moeilijk om niet preachy te klinken of zo. Om daar een moreel oordeel aan te vinden. Dus dat ga ik ook niet doen. Nou. Het is moeilijk, dus ik ga het niet doen. Oké. Okay. heb je nog... Ben je verder gaan na het schrijven van het artikel? Met dit onderwerp. Ja, nou ja, eigenlijk deels naar aanleiding daarvan, van dat artikel, werd ik na mijn opleiding, dus na mijn universitaire studie, ook gevraagd om zelf een game te maken. En dat was geen digitale game, maar dat was gewoon een serious game eigenlijk. Mm-hmm. Demos heet dat. Dus voor de democratie spel, toch? Een bordspel. Ja, daar heb ik wel eens gehoord. In mijn jaar hebben we dat moeten promoten hier de hele tijd. Hè? Ja, toen ik in Sofia bestuur zat, en hebben we dat nog heel veel aan de man gebracht. Kijk, dankjewel. Geen probleem. Ja, dat was heel leuk. Vertel daar wat meer over, ik ben wel benieuwd. Dus ze hadden wel gehoord op de universiteit dat ik met games bezig was. Uh-huh. En daarover nadacht en dat ik dat heel leuk vond. En toen ontstond het idee bij de filosofieafdeling bij ons dat er een game gemaakt moest worden over democratie. Mm-hmm. Er wordt bij ons heel veel onderzoek gedaan op de filosofiefaculteit hier aan de Radboud Universiteit naar democratie. Mm-hmm. En een van de metaforen die zich vaak opdringt als je het over democratie hebt, is het spel. Mm-hmm. Er worden spelletjes gespeeld in Den Haag. Politieke spelletjes spelen. Weet je, dat zijn een beetje van die gezegden die heel vaak gebezigd worden. Mm. En Evert van de Zweerde, hoogleraar bij ons, die dacht van in die metafoor zit eigenlijk meer. Daar moeten we meer mee doen. Dus toen ben ik gevraagd om een spel te ontwikkelen wat eigenlijk de essentie van hun onderzoek weergaf. Mm. En dat was voor mij eigenlijk een heel nieuwe ervaring, want dat betekent dat ik niet alleen maar na moest denken over spelletjes. Niet alleen maar spelletjes moest spelen, maar ze ook een keer moest maken. Dus toen heb ik een handleiding gevonden van collega's op de universiteit van hoe maak je nou eigenlijk een spel. En heb ik dat gedaan. En dat was een soort rollenspel geworden uiteindelijk. Oké, vet. Vertel meer. Ik ben super benieuwd. Ja, wat wil je weten over die, die game? Hoe ziet dat spel eruit? Wat zijn de stappen die je afgaat om een spel überhaupt te maken? Nou ja, ik weet niet of ik de ultieme autoriteit ben om over het maken van spellen te spreken. Maar de manier hoe ik dat heb gedaan is, ik heb een model van de werkelijkheid gepakt. Ja. Dat ik eigenlijk uit het onderzoek van die politiek filosofen gehaald. Mm-hmm. Dus een abstractie daarvan gemaakt. En die abstractie gereduceerd tot een soort kernachtige formule van wat democratie is. Mm-hmm. Namelijk een... spel, wat zowel draait om de knikkers als het spel zelf. Dat is een beetje de slogan waar ik naar werkte. Namelijk dat in een democratie altijd een gemeenschap centraal staat, mm-hmm. die zowel aan het regelen is wat de regels van die maatschappij zijn, mm-hmm. als
een antwoord moet geven op de vraag hoe komen we eigenlijk tot die regels. Uh-huh. Klinkt complex. Het was ook een complex spel. Maar het kwam erop neer dat je kreeg allemaal een karakterkaart. Je speelt met een klas. Kreeg allemaal een beschrijving van wie je bent in de maatschappij. Het speelt zich af in Nederland. En je moet besluiten gaan nemen. Eigenlijk gewoon in een soort van Tweede Kamerachtige setting moet je politieke besluiten nemen. Mm-hmm. Maar de twist die de game interessant maakte, was dat de manier waarop je het besluit kon nemen, kon veranderen. Dus je kon ofwel werken met een simpel meerderheidsstemsysteem, waarbij het gewoon was, de helft plus één is genoeg om een voorstel aan te nemen. Mm-hmm. Of met een representatief stelsel. Dus je kon ofwel nog een soort gemedieerde stap daartussen plaatsen, waar ik jou bijvoorbeeld een mandaat kon geven om een besluit voor mij te nemen. Mm. En het leuke aan het spel was dat het duidelijk maakte dat ook dat in een democratie het er heel erg toe doet wat de regels zijn. Mm. Dat het niet voldoende is om te zeggen, democratie is gewoon wat de meerderheid wil. Maar dat het uitmaakt welke rol een burgemeester daarin speelt. Of een premier, dat macht een belangrijke rol speelt. Dat argumenten niet het eindpunt zijn van politieke strijd. Dat Hoe werkt dat door in het spel? Argumenten zijn niet het eindpunt van politieke strijd. Nou, omdat je ook gewoon belangen hebt. Dus op die karakterkaart die je krijgt staat een soort van belang wat je hecht aan veiligheid of aan saamhorigheid of geld of duurzaamheid. En ja, als je en dat is net als in het echte leven. Ik bedoel, ik kan in een politieke setting kan ik heel veel moeite doen om jou over te halen en te overtuigen van mijn standpunt. Uh-huh. Maar er zijn punten waarbij het gewoon ophoudt en zegt van ja, het is gewoon niet in mijn eigen belang. Of mijn eigen belang definieer ik op zo'n manier dat dit niet in mijn eigen belang is. Of ik heb van de partijleiding de opdracht gegeven, precies. Punt A en niet punt B, wat dan ook gebeurt. Ja. Ja, er kunnen ook motieven van die aard zijn. Want ik heb net beloofd aan speler X dat ik dit ga doen. En dan, en dat is heel moeilijk om een spel te maken waarbij dat allemaal netjes werkt. Dus dat vond ik ook wel lastig. Ik weet ook niet of ik erin geslaagd ben. Ik denk het eigenlijk niet dat het om dat helemaal perfect weer te geven. En dan zie je ook de moeilijkheid. Hè? Dus het is wel leuk dat ik heb dus daardoor dat ik dat spel mocht maken, heb ik ook het interne perspectief gekregen. Dat ik weet dat je wel een ervaring kan hebben voor jezelf die je in een spel wil stoppen. Maar dat het best wel lastig is. Dat is echt de kunst van het videogame maken om die ervaring ook over te brengen. Hmm. Bij politiek komt daar ook nog eens bij kijken dat veel verschil dat heel erg afhangt van wie je bent, wat voor ervaring democratie bij jou oproept, wat voor ervaring van een democratie jij überhaupt hebt. Dus dat is voor een überhaupt al welke problemen je bijvoorbeeld opneemt in een spel. Kreeg dat ook terug toen het klaar was. Ik had best wel neutrale stellingen in het spel gedaan, waar je als speler over kon discussiëren in verschillende rondes. Nou, dat is in de echte politiek niet het geval. Dus niet alles is neutraal en discussieerbaar in een klas. Mm. Het spel is ook bedoeld voor een MBO setting. En daar kan het soms best wel hard op clashen. Dus op een school in Rotterdam. Het gaat hebben over, ik moet even een voorbeeld uit het spel, over het verhogen van de dijken. Dat is bijvoorbeeld iets waar je het over kan hebben. Nou, daar kun je het best wel relaxed over hebben in zo'n klas. Ja. Maar als het gaat over Zwarte Piet, weet je, dan slaat de stemming in de klas al even om. Dus dat was moeilijk. Oké, maar het is niet perfect gelukt, maar is het wel een werkend spel geworden? Ja, het is wel een werkend spel. Oké, ja. En nu? We hebben het gecrowdfund en het is ook echt bij scholen terechtgekomen. Oké, cool. Dus daar ben ik wel heel trots op. Ja, nice. Ja. En wat krijg je daarvoor terug? Krijg je terug dat het goed werkt of krijg je feedback terug? Of? Ja, van die mbo-scholen krijgen we zeker terug dat het goed werkt. Dus daar ben ik wel tevreden mee. Ja. En zou je ooit in de toekomst hem willen updaten? Of nou, dat zijn andere mensen nu aan het doen. Dus ik ben daar zelf niet meer bij betrokken. Maar er wordt nu een versie gemaakt die in een
ondernemingsraadsetting kan worden gebruikt. Mm. Dus dat speelt, dat project begint eigenlijk nu. Mm. Hij heeft een jaartje tussen gezeten dat die crowdfunding geslaagd is en dat het weer opnieuw is opgepakt, het project. Mm-hmm. De volgende stap. Maar dat is wel leuk, dus een heel andere setting. Daar spelen ook democratische en politieke aspecten. En de verhouding tussen een ondernemingsraad en een bedrijf en werknemers. Dus meer een, ja. Dus er zitten meer partijen in. Ja. Meer verschillende rollen komen daar bij kijken. Ja, dat is wel leuk. Vet. We hadden het over toen we hierover begonnen. Ik heb nog wel één vraag over het spel, want ik begrijp het niet helemaal hoe het spel nog werkt. Want je hebt die vragen dan en mensen gaan erover discussiëren en ze gaan in principe stemmen om te kijken wat ze gaan doen, ja, als keuze. Gewoon in het spel. Maar wat is dan zeg maar hetgeen wat ze uiteindelijk bereiken met al die keuzes? Hoe win je, om het maar zo te noemen, het spel, of hoe verlies je je deelname aan het spel, zeg maar? De winst, je wint het spel als je... Daar is geen eenduidig antwoord op. Oké. Okay. De vraag is eigenlijk, wanneer win je de democratie? Wanneer ben je de democratie, ja. Wat is dan zeg maar, als je het spel speelt, wanneer je zegt, oké, nu stoppen met het spel? Na een bepaalde tijd. Dan begrijp ik het spel wat beter. Want tot nu toe kon ik het meer gewoon als je telkens een kaart pakt bijvoorbeeld en je krijgt gewoon een probleem en je gaat met z'n allen over praten. Ja. En dan volgende kaart. Ja. Ja, als ik het spel bij had, dan had ik het heel makkelijk kunnen uitleggen, maar het is wel te abstract om... Misschien voor een andere keer. Ja, precies. Wat ik vroeg was, oké, wat heb je hierna met videogames gedaan na het artikel? Nou, je bent dus demos gaan maken. Ja, precies. Ja. Die game gaan maken. En toen, naar aanleiding daarvan, werd ik wel vaker gevraagd om commentaar te geven op ontwikkelingen die met videogames te maken hebben. Dus bij lezingen. Mm. En momenteel ben ik ook bezig met een project om... ik twijfel nog een beetje wat de vorm moet worden, maar een soort boek ben ik eigenlijk mee bezig om te schrijven over filosofie en videogames. Mm. Dat is het huidige project. Nou. En wat is daar dan wat zou je in dat boek willen zetten? Ik ben nog steeds bezig om dat allemaal uit te vogelen, want er valt dus heel veel te zeggen over filosofie en videogames. Maar wat ik eigenlijk wil doen is aan de ene kant dus die methode die ik in dat eerdere paper heb uitgewerkt, die daar meer mee doen. Mm-hmm. Dus kijken wat het oplevert om andere games ook onder diezelfde lamp te bekijken. En verder zijn er ook heel veel dingen die... Ja, dus daarom begon ik al begin van het interview, zei ik van ja, het is... Filosofie en fenomenologie zijn niet hetzelfde. Mm-hmm. Want filosofisch zijn er heel veel dingen interessant die nog buiten die eerdere methode om gaan. Dus het is ook interessant om jezelf de vraag te stellen, bijvoorbeeld. Waarom vinden wij gamen überhaupt leuk? Mm-hmm. Wat is er in de mens? Een soort antropologische vraag. Wat is er in de mens waarom dat het gamen zo, dat ons zo aanspreekt? Of het spelen in het algemeen. Mm-hmm. Dus, en waarom denk je dat het ons zo aanspreekt? Nou, dat heeft met verschillende aspecten te maken. Maar ik denk dat die agency heel belangrijk is. Mm-hmm. Het feit dat wij... en ik denk wat het heel belangrijk maakt is dat... En dat is een punt waar Huizinga, filosoof, die Nederlandse filosoof, socioloog... die al aan het begin van de vorige eeuw een boek heeft geschreven over de spelende mens, homo ludens. Mm-hmm. Eigenlijk al op wees dat heel veel aspecten van onze cultuur en onze maatschappij het karakter van spel hebben. Mm-hmm. En Huizinga ging zelf zo ver om te zeggen dat cultuur en spel, dat je dat bijna aan elkaar gelijk kan stellen. Dus dat alle cultuur een spelelement heeft. En hij bedoelde daar zoiets mee als dat het allemaal ook een karakter heeft van een soort van opschorting tussen... hoe moet ik dat zeggen? Dat alle cultuur speelt met serieus en niet serieus. Mm-hmm. Met fictief en reëel. Dat zou een manier zijn hoe je die vraag kan beantwoorden. Ja. Dus dat spellen bij uitstek aan dat aspect van ons appelleren. Mm-hmm. Aan dat spel. Ja, ik denk dat spellen ook bij uitstek de manier zijn om te socialiseren. En eigenlijk ook te leren hoe je binnen een cultuur beweegt. Pedagogisch
argument zijn. Ja, dat kinderen leren natuurlijk ook spelende wijs wat ze wel en niet kunnen doen. En zei Erde, de zandbak heeft geen verhaal. En ik eigenlijk, ja, hij heeft geen verhaal, maar hij heeft wel betekenis. Een zandbak heeft wel echt betekenis. Want je gooit eigenlijk die kinderen erin. Ze gaan doen wat ze willen. En sommigen blijven meer in een eentje. Anderen gaan spelen. Sommigen gaan elkaar pesten. Of gaan iemand pesten. Je pest niet elkaar. En daaruit gaan sommigen te ver. Sommigen gaan niet ver genoeg. En aan de buitenkant heb je het liefst een voogd of een ouder of iets. Die kan aangeven wanneer iets te ver gaat en wanneer niet. Ja. Zo leren die kinderen spelende wijs in een klein model, in een zandbak, wat de grenzen van een cultuur zijn, bijvoorbeeld. Zeker, En dat kun je denk ik ook wel doortrekken naar andere soorten games. Kijk, een spel als schaken lijkt heel competitief, maar het is eigenlijk ook wel coöperatief. Want je hebt, ten eerste heb je allebei dezelfde set regels. Mm-hmm. Daar ben je het al met elkaar over eens. Je bent met elkaar over eens wat het doel is van het spel. Dus dat zijn al twee belangrijke dingen die je moet kunnen doen, ook in een cultuur. Je zit wel tegenover elkaar, maar als je twee goede spelers hebt en de ene is veel beter dan de andere, dan zal die waarschijnlijk die slechtere helpen om beter te worden. Dus zo help je elkaar weer verder. En als je gelijke spelers hebt, moeten ze zichzelf tot het uiterste brengen om beter te worden. Dus eigenlijk zijn spellen ook best wel coöperatief in die zin. Ja, dat klopt. Tot op zekere hoogte beschrijft dat dan spellen ook. Ja. En je zegt tot op zekere hoogte. En waar valt die beschrijving dan uit elkaar, denk je? Als je een singleplayer game speelt, dan heb je geen coöperatie. Maar ik moet even meekomen in je metafoor. ik moet vooral denken aan het feit dat Huizinga deze pedagogische functie dus echt afwijst. Mm-hmm. Dat komt al heel vroeg in zijn boek naar voren. Van ja, dat beschrijft maar een deel van wat spellen eigenlijk doen. Dat socialiseren en die coöperatie tot stand brengen. Spellen kunnen ook heel divisive zijn. Mm-hmm. Je kunt ook voetbal als een soort voorbeeld nemen. Het verbroedert, maar het vervreemdt ook groepen van elkaar. Ik weet niet of ik mee zou gaan in het idee dat nou de belangrijkste functie van games is. Zo, games hebben ook een esthetische... Ja, nee, je hebt gelijk. Je moet inderdaad wel een duidelijk onderscheid maken tussen videogames en spellen in het algemeen. Ja. En ik denk dat deze beschrijving wat ik nu geef totaal niet opgaat voor singleplayer videogames, inderdaad. Nee. Dus wat is het dan aan singleplayer videogames dat ons aantrekt? Het esthetische noemde je al. Ja. De sense of agency daar weer op gehad. Ja. Dat spelelement wat in onze hele cultuur dus terugkomt. Ja. Soort het spel met realiteit en virtualiteit. Mm-hmm. Ik denk dat dat heel erg aantrekt. De moeilijkheid. Het is moeilijk. Uitdaging vind ik interessant. Ik denk wat ik heel interessant vind aan moderne videogames is dat het ook bijna geen... en dan heb ik het meer over... Of ja, dan heb ik het vooral over de grote games. Dat zijn bijna ook geen culturele producten meer zoals... bijvoorbeeld de klassieke boeken of zo. Mm-hmm. Ja, dat zijn een soort van artefacten die kun je uit de kast trekken. En daar kun je dan bijvoorbeeld lering uit trekken. Mm-hmm. Of troost of zo uithalen. Maar heel veel van de moderne videogames die zijn bijna, dat zijn meer evenementen dan dat het artefacten zijn. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld zoiets als Red Dead Redemption. Of de huidige Fallout hype. Maar ook Fortnite of zo. Dat kun je niet meer zien als... een artefact wat je even uit de kast trekt om daar troost uit te halen of zo. Het zijn in heel grote mate ook sociale evenementen geworden. Mm-hmm. Dus waar je die al beginnen voordat je het spel gespeeld hebt. Dus je hebt al bij de E3 een hele grote gamebeurs 2 jaar voordat de game uitkomt, heb je al een trailer. Mm-hmm. En dan bouwt het bedrijf wat het spel uitbrengt, bouwt hype op. Mm. Maakt de spelers enthousiast om het te gaan spelen. Op fora wordt van tevoren overlegd over hoe die
game kan worden. Ja. Hoe die zich verhoudt tot de 6 edities van dezelfde... Conspiracy theories. Mensen houden LinkedIn-profielen in de gaten of er bepaalde ontwikkelaars overstappen naar het bedrijf wat die game aan het maken is. Ja. Gaat heel ver. Dan komt de game bijna uit. Dan beginnen de voorbeschouwingen van de gamejournalisten. Die krijgen dan vaak al een preview van hoe het spel eruit ziet. Dan een week voordat de game uitkomt beginnen de reviews binnen te stromen. Dan krijgen de recensenten al de game te spelen. En wat ik interessant vind is dat bij games lijkt het bijna zo alsof dat een onderdeel is van de van het cultureel product wat die videogame is. En ik ben geen... En nadat die uitkomt gaat het natuurlijk nog door. En dan gaat het nog door, zeker. Ja. Livestreams, tactieken, hoe kun je het beste dit doen, waar kun je dit vinden. En ik zit dan helemaal aan het einde van het verhaal om als filosoof te reflecteren op de classics of zo. Dat is dan, denk ik, mijn rol. Had ik een beetje zo aan het einde. Want soms dan met Bioshock is al 10 jaar oud, weet je wel. Daar heb ik het dus nu nog over. Ja. Dus het culturele leven van zo'n game is best wel lang, maar... Ik zie het meer als een soort van evenement. Vaak heb je ook echt zo'n soort van periode die nu dus voor Red Dead Redemption heel erg geldt. Nu is iedereen het aan het spelen. Nu kun je er een mening over hebben. Nu is het nog in ontwikkeling. Nu er komt nog nieuwe content aan voor de games. Het spel is nog fluïde. Het is nog niet uitgekristalliseerd hoe het eruit ziet. Er kunnen nog... interessante maatschappelijke ontwikkelingen in de game terechtkomen. Of de game kan maatschappelijke dingen teweeg brengen. En dat vind ik al interessant aan de huidige staat van videogames. Dat het dus ook, het is als medium zo groot geworden, dat het ook een effect heeft op de maatschappij. Ja. Dus dat is, Fortnite is daar een goed voorbeeld van. Dat is gewoon de grootste game en... weet je wel, er zijn streamers die beroemd worden omdat ze heel goed dat spel kunnen spelen. Dan zou je Pokémon Go niet als een veel beter voorbeeld kunnen pakken eigenlijk. Want het heeft een enorme impact gehad op de hele wereld. Ja. En het heeft een enorme agency. En de fenomenologie erachter is echt... het is gewoon goed gelukt, zeg maar. Iedereen voelde zich een Pokémon-vanger. Alhoewel, ik moet wel zeggen, de illusie bij Pokémon Go was wel snel weg, hoor. Ja, maar waar ligt dat dan aan? Zeg maar? Waar dat aan ligt is dat je een ervaring hebt... Ik heb Pokémon Go nooit gespeeld. Misschien moet ik dat ervaren. Oh, oké. Okay. Heb je Pokémon wel gespeeld? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, Pokémon Go... Blue. Blue. Red. Fight me. Pikachu. Nee, het vinden aan Pokémon Go was... Je had een ervaring van Pokémon als Pokémon-vanger. En een groot deel van Pokémon was de battles. En het feit dat jij jouw Pokémon zag groeien, zag beter worden. Ze hadden allemaal ook unieke stats. Dat was superleuk. Pokémon Go was leuk omdat je naar buiten ging en een beeld had van een Pokémon. Ja. Maar het was eigenlijk gewoon random. Je ving een Pokémon en als je genoeg van die Pokémon ving, kon je hem laten evolueren of zo, ik weet niet meer hoe het werkte. Je had niet dus battles, je had gym battles, maar die sloegen ook nergens op. Hij is nog bezig, toch? Hij is nog bezig, inderdaad. Ja, ik weet niet hoe het er nu uitziet, want... Het evenement is nog gaande. Ik ken iemand die nog best wel veel speelt, eigenlijk. Ja, ik ken ook mensen die veel spelen. Ik zeg ook niet dat mijn ervaring daarvan... Maar we kunnen het wel vragen een keertje aan mensen, van hoe dat dan werkt. Ja, tuurlijk. Maar dat is een goed voorbeeld van een game die de... eigenlijk de status van een cultureel evenement heeft. Meer dan een artefact. Mm-hmm. Het is niet, je kunt het ook... Het heeft eigenlijk geen zin om dat alleen te spelen. Geïsoleerd, zeg maar. Het is in die zin ook een sociaal ding. Je bent iets aan het verzamelen. Dat heeft eigenlijk altijd al de aantrekkingskracht van Pokémon geweest. Zelfs met die allereerste Game Boy games. Daar kon je een kabel bij krijgen. Dan kon je ze ruilen. Ja. En bij blauw zaten bepaalde Pokémon kon je überhaupt niet krijgen. Daar moest je ze allebei kopen. Dat was bij Nintendo wel heel goed begrepen. Hmm. En die trading cards, waar het voor mij eigenlijk vooral mee begon. Dus die... dat was... Nee, het waren eerst het spel en toen de kaarten. Ik ken spel ook al meer mensen die hebben de kaarten wel gedaan, maar niet de spellen gespeeld. Ja, het eerste spel, volgens mij kwam daarna de anime, daarna kwam de... Oké, dat is de volgorde. Ja. Meestal is het kan fout hoor. Hebben, maar laten we daar... 20 jaar Pokémon dit jaar, toch? Ja. Ja.
Ja, en die trading cards hebben datzelfde fenomeen natuurlijk goed begrepen. Je moet er een soort van sociaal ding van maken. Het hebben van een verzameling complete Pokémon heeft alleen maar betekenis in zoverre dat jij me erkenning geeft voor het feit dat ik die een verzameling heb. Ja. Dus de waarde van die verzameling heeft alleen maar in sociale contexten betekenis, denk ik. Ja. Dat is ook bijvoorbeeld een fascinerend aspect van videogames. Dat benadrukt veel van wat we interessant vinden aan videogames, heeft denk ik ook met die sociale component te maken. Hmm. Dus we hadden het al over die verhalen die je in de sandbox maakt, in de zandbak van Minecraft of Fortnite. Dat heeft precies diezelfde sociale functie. Dat verklaart misschien ook de aantrekkingskracht van die betaalmodellen die heel veel games tegenwoordig aannemen. Sommige games die betaal je niet eens meer, die zijn dan free to play. Je hoeft geen bedrag vooraf te betalen, maar je betaalt alleen maar voor in-game items. En die mogen dan eigenlijk ook alleen maar cosmetisch zijn. Hoe sociaal en hoe... Het is ook bijna ontastbaar, weet je wel. De waarde van die... De waarde van die kledingstukken is alleen maar sociaal. En toch gaat er inderdaad alsnog veel geld... Enorm veel geld. Ja. Volgens mij heeft... Bij FIFA kun je... voetbalkaartjes kopen in-game. Daar ging volgens mij €1 miljard in om vorig jaar alleen al. Zich zo'n belachelijk... Ja, dit moet ik misschien even uitzoeken ondertussen. Maar het is echt een belachelijk bedrag. En bij sommige games gaat het, zeker bij Fortnite, er wordt veel meer geld verdiend met gewoon het verkopen van die cosmetische items. En die van bragging rights, basically. Dan met gewoon het verkopen van de spelervaring. Ja. Die is alleen maar dienend. Ja, dat is zo Ja. Oké, games als evenement. Dat vind ik zeker interessant. En de manier waarop je het uitlegt ook, snap ik ook volledig. Vraag me af hoe dit zich verhoudt tot de marketingmachine die erachter zit. Want het meeste wat je beschreven hebt is in principe marketing die gemaakt wordt om hype te creëren. Behalve wat de gesprekken die wij dan onderling op fora of whatever met elkaar hebben over de games. Alleen die gesprekken zijn alleen maar mogelijk doordat er een marketingmachine achter zit die al 2-3 jaar voordat die uitkomt begint met hypen. Nou, dan denk ik dat je een beetje onderschat hoe betrokken veel videogamers zijn bij de spellen die ze spelen. Ik denk dat als een spelmaker geen forum zou oprichten om het over een spel te hebben, dan zouden de spelers dat zelf gewoon oprichten. En in zekere zin zijn gamers zijn soms ook een moeilijke doelgroep. Die zijn heel snel ontevreden, laat het dan heel sterk merken en zo. Dat merk je bij, er zijn genoeg voorbeelden. Ja. Je hebt trouwens wel gelijk, want de meeste gesprekken die vinden plaats op Reddit, op 4chan of zoiets dergelijks. Niet op, klopt. Soms wordt dat ook heel toxisch, dan wordt dat gewoon heel naar. Maar soms ook positief, bedoelde. Een van de andere ontwikkelingen die ik heel interessant vind aan hedendaagse videogames is de opkomst van de hele de alpha game of de beta test waar je aan kan deelnemen. Games niet eens meer uit dat ze af zijn, maar kun je gewoon instappen op het moment dat ze nog in ontwikkeling zijn. Early access. Ja, de early access titels. Steam heeft ook zo'n bepaalde functie waar je gewoon deel kan nemen aan de ontwikkeling van het spel eigenlijk. En dan kun je direct feedback geven. Ik denk dat dat heel typerend is ook voor de betrokkenheid die veel gamers hebben. Ja, vet. En hoe kijk je dan op de grote verschijnheid aan indie games? Tegenwoordig heb je veel meer onafhankelijke studio's die games maken. Ja. Waarbij ik het gevoel heb dat daar ook heel veel innovatie is niet het juiste woord, maar wel veel originaliteit zit. Er zitten dingen in, er gebeuren dingen waarvan je niet zou verwachten, die je niet verwacht. Is dat een goede ontwikkeling volgens jou? Is dat, dat vind ik eigenlijk het leukst. Dus ik ben niet iemand die heel veel online competitieve games speelt, maar ik vind dat dit soort van veel van de, wat ik zou noemen, de literaire parels van de gamesindustrie zit ook daar. Dus in de kleinere games, de indie games. Dat is gewoon...
En daar zie je vaak het meest creativiteit. Hmm. Dus iemand die een idee heeft. Aan wat voor games denk jij bijvoorbeeld? Een game als Undertale, bijvoorbeeld. Welke is dat ook weer? Dat is die top-down game. Heel slechte graphics. Ja, slechte graphics. Heel gepixeleerd. Is gemodelleerd op Modder 3. Als je hem nu niet weet, dan kan ik het je ook niet uitleggen. Wat hebben we nog meer? Samurai Gun. Wat heb je nog meer? Hollow Knight. Gewoon allerlei verschillende games. Ja. Ja, ik denk dat daar gebeuren de interessantste dingen. Dus ik ga dan al wat verder terug, zeg maar. Mm. Voor de games waar ik dan bijvoorbeeld aan denk. En dan kan het bijvoorbeeld ook een game zijn voor de iPad bijvoorbeeld. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Device 6. Dat was een beetje een indie hit. Of Swords and Sorcery. Dat was ook zo'n soort van klein cult hitje. Bastion. Mm. Super vette game. Banner Saga. Mm. FTL. Dat zijn een paar van de games die ik heel FTL, tof vind. Yeah. Wat is dat? FTL Faster Than Light. Ja. Is een space exploration game eigenlijk. Ja, en die hadden allemaal hun eigen unieke mechanic die super tof was. Dus bijvoorbeeld, als je dan bijvoorbeeld begint bij FTL, dat was dan een game waarbij je een ruimteschip moest besturen. Je moest vluchten voor een soort van evil empire-achtig fenomeen. Die zaten achter je aan. Je moest naar de Rebel Fleet vluchten. Maar onderweg moest je heel veel beslissingen maken. Dus ga ik naar Diepster toe teleporteren? Of blijf ik nog een ronde hier rondhangen om te kijken of ik nog wat extra resources kan verzamelen? Ja. En ondertussen kon er van alles gebeuren. Er was echt superveel agency in die game. En je kon heel weinig doen om de gevolgen van je acties te voorspellen. Mm. Wat ervoor zorgde dat iedere beslissing die je maakt heel veel gravitas had. Dus heel veel belang aan iedere beslissing zat. Dat was een super vette game. Dus je kunt hem ook voor een paar euro oppikken. Maar echt super de moeite waard, denk ik. Micromanagement in het schip. Dat was heel vet gedaan. Nog een voorbeeld. Device 6, waarmee ik begon, is meer een boek dan een game. Maar een boek wat je op je iPad leest en waar de richting waarin je leest soms verandert. Dus de tekst komt gewoon zo op je iPad binnen. Je leest het alsof je gewoon een boek aan het lezen bent. En opeens, het gaat gewoon over een persoon die door een straat loopt. Mm. En zodra in de tekst staat, geschreven, en toen sloeg het hoofdpersonage de hoek om, dan moet je je iPad draaien. En dan gaat de tekst gewoon vanaf daar verder. Ja. Of als er staat, toen kwam ze bij een gesloten deur en liep ze terug. Dan moet je over de tekst terug. En dan komt er op een gegeven moment weer een twist, zeg maar. Dan kun je weer bijvoorbeeld, en toen ze had over het hoofd gezien dat ze daarheen moest. Dat is leuk. Daar zit een super, dat je gewoon random in een boek, in een lopend verhaal, opeens een puzzel tegenkomt. Hmm. Dat is leuk, ja. Dat is super vet. Ja, vet. En dan zie je ook, dat is ook weer zo'n een van die aspecten die videogames veel toffer maken dan alle andere media, dat een videogame ook echt zegt van ja, als jij niet hebt opgelet bij wat je net hebt zitten lezen, dan kom je gewoon niet verder. Ja. Want je moet weten wat personage X heeft gezegd. En wat je moet doen, inderdaad. Ja, ja. Ja. Anders gaat de deur niet open, of gaat de puzzel niet open, of ja, kan ze niet inloggen op. Het kan het hoofdpersonage in het boek niet inloggen op een computer. Ja. Je moet echt veel meer leven in het verhaal, in de wereld die gepresenteerd wordt. Ja, nou, dat is echt super vet. Ja, vet. Swords and Sorcery, die heeft, dat is wel best wel een oude game, maar die heeft de mechanic dat je alleen maar op bepaalde dagen kan spelen. Hmm. Bastion heeft een heel vette mechanic waarin er een voice-over is die alles narrate wat je doet. Mm. Dat is super vet gedaan. Er is ook comment op wat jij doet in de game. Dus als je, er zit ook een soort van grapjes af en toe in van, als je te lang ergens stilstaat, dan kan je opmerken van,
En toen duurde het heel lang voordat de hoofdpersoon verder ging lopen. Dat soort rare dingen zitten erin. Ja, dat is gewoon heel tof gedaan. Wordt er ook niet een hele goede reden gegeven waarom elke keer de wereld ook anders is? Dat is toch ook een best in dat met die zwevende eilanden, toch? Ja, precies. Ja, dus dat zo'n spel die zichzelf genereert dan elke keer als je gaat spelen? Ja, niet helemaal nieuw. Nee. Oh, oké. Okay. Nee. Denk je erbij. Ja. Je had ook nog wat dingen op je iPad staan. We hadden eigenlijk die antropologische kant van wat interessant is aan filosofie en videogames we nou gehad. Mm-hmm. Maar je kunt ook, dus we hebben ook al een beetje gesproken over waarom dat überhaupt interessant is voor mensen om videogames te spelen. Maar er zijn ook nog heel andere dimensies die ik zou willen onderzoeken, waar ik mee bezig ben, die ik interessant vind. Dus bijvoorbeeld de morele aspecten van videogames, die zijn minstens zo interessant. Mm-hmm. Een van de dingen die ik ook denk dat videogames interessant maken. Wat bedoel je met de morele aspecten van een videogame? Dat je morele keuzes kan maken of het moraal wat erin zit? Vooral dat laatste. Dus, er is recent iemand gepromoveerd hier aan de Radboud Universiteit op series als een moreel laboratorium. Dat was de titel van haar proefschrift. Met de herstelling was van series zoals Dexter en House en Game of Thrones zijn eigenlijk een soort van laboratoria waarin wij onze morele overtuigingen testen. Mm. En bij game of bij series kunnen we dat denk ik vrij snel aannemen van er spelen vaak complexe morele dilemma's waar bijvoorbeeld House die moet kiezen of hij gaat altijd inbreken om een of andere reden. Hij moet inbreken en dan komt hij erachter hoe een bepaalde ziekte behandeld moet worden. Mm. Dat is een soort van classic setup van een House aflevering. Of het is maar één manier om die persoon te genezen. En dat is om een therapie toe te passen waar eigenlijk nog helemaal geen bewijs voor is dat die werkt. Maar House die is zo geniaal, die doorziet dat en die maakt de keuze en dan hakt hij de knoop. Nou, kunt je voorstellen dat dat een soort van ding is waar je je aan kan spiegelen als kijker. En hoe moreel ambiguur de karakters zijn in zo'n serie. Mm-hmm. Dat is bijvoorbeeld bij Game of Thrones helemaal duidelijk. Want het is nooit duidelijk van wie nou de good guy is en de bad guy. Dat vinden we als kijker heel interessant. Maar ik denk dat videogames daar eigenlijk nog een veel betere of interessantere proeftuin voor bieden. Als jij als toeschouwer niet alleen buiten het verhaal blijft, de keuzes van een afstand waarneemt, maar actief moet ingrijpen en eigenlijk jouw morele opvattingen als het ware kan toetsen, dan zitten er heel interessante, ook ethische mogelijkheden in die videogames. Ja. En dan kom je vooral bij spellen zoals Dragon Age en Mass Effect. Daar kun je echt heel toffe dingen mee doen. Dan ziet ook dat dus ook gebeurt. Ja, in Mass Effect en dergelijke zie je dat gebeuren, dat je keuzes moet maken. En aan de hand van de keuzes die je maakt, verandert de wereld in principe en de mensen hoe die op jou reageren en dergelijke. Ja. Wat ik jammer vind bij Mass Effect is dat heel erg versimpeld is tot een good of bad keuze. Ja. Of tenminste positief en negatief. Zoiets is het. Bij een spel wat Deus Ex, waarbij je dat eigenlijk helemaal niet hebt. Je ziet niet hoe goed of slecht je keuzes zijn. Ja. Je maakt gewoon keuzes en daar komen dingen uit. Het is veel interessanter. Dus ik vind het leuk als games daarmee spelen. Ja. De vraag die ik heb, zou het misschien... Ik filosofisch al interessant vind, is dat er die verschillen zijn. Mm. Maar goed, wat wil je vragen? De logische keuze lijkt te zijn als je een moreel onderzoek wil doen via een videogame om mensen keuzes te laten maken. Maar wat nou als je ze helemaal geen keuze geeft en de slechte keuzes laat maken die ze moeten maken om het spel te bevorderen en te kijken of dat hun idee over morele keuzes verandert? Dat zou ook kunnen. Dat is een even valide strategie. Maar ik denk dat wat ik interessant vind ook aan dat onderzoek wat dan over series ging, is dat wij gebruiken dat soort kunstuitingen, dus series net zo goed als videogames, zelf om onze morele overtuigingen te testen. Mm. Van Omme heet zij. Ze heeft gemeten hoe bijvoorbeeld artsen hun eigen morele overtuigingen toetsen aan House in die serie.
Of hoe, een ander voorbeeld, hoe tieners hun opvattingen over de liefde toetsen aan een serie als Gossip Girl. Een beetje een zoetsappige serie over 6-7 personages die allemaal verschillende opvattingen hebben over wat liefde is. En als kijker ga je dan toetsen van... Waar kan ik het meest best in vinden? Ik vind dit. Ja. Wat voor effecten heeft dat als ik die opvatting volhoud? En als maker kun je dan daarmee spelen. De verwachtingen van de kijker toetsen. Ja. Daarmee een soort van de ultieme consequentie daarvan laten zien. Hmm. En dat zou eigenlijk een beetje een benadering zijn die ook bij videogames kan. Door bijvoorbeeld inderdaad het speler te sturen richting een bepaalde richting. Bepaalde keuzes te laten maken. En zo meteen op die manier terug te koppelen. Van oké, dat betekent dat je... Dit veroorzaakt. Dus dat is één ding wat je kan doen. Maar je kunt ook bijvoorbeeld gewoon het hele scala aan keuzes presenteren. Hmm. Misschien is het goed als we gewoon een voorbeeld nemen. Dus in Mass Effect bijvoorbeeld. Dan ga ik niet de eerste game nemen. Maar een van de latere games die wat minder zwart-wit zijn in hoe zwaar die beslissingen zijn. Dan moet je op een gegeven moment de keuze maken of jij een eerder uitgevoerde biologisch-chemische... ik ga het even opnieuw... even helder, want ik zit helemaal in die lore, dus ik dat de kijker het ook kan volgen. Neem even je tijd. In Mass Effect heb je aliens en die zijn genetisch gemanipuleerd, zodat ze weinig nakomelingen krijgen. Weet je deze ook alweer? Het is ook een heel sterk ras. De Krogan. Nee. De Krogan. De Krogan, die zijn genetisch gemanipuleerd zodat ze maar weinig, 1 in 1000 van hun kinderen overleeft. Maar zoiets belachelijks is het. Maar dat komt omdat zij eigenlijk een gevaar voor de hele melkweg zijn. Mm. En je bent 80, 90 uur ben je die game aan het spelen. En je hebt ook Krogans in jouw team zitten waarmee je de melkweg aan het redden bent. Dat is maatschappelijk 2 of 3? Volgens mij is dit in 3. Maar, ja, want in 3 kom je terug tellen. Ja, nou goed. En op een gegeven moment moet je... Dat heet dan de Genophage. Hmm. De ziekte die... dat zijn weer een ander alienras. Heeft dat op die Krogan losgelaten. Hmm. En dat zorgt ervoor dat zij eigenlijk heel weinig kinderen kunnen krijgen. En jij moet als speler moet je op een gegeven moment de keuze maken. Ga ik ze redden? Dan komt op een of andere manier... Als je de juiste keuzes maakt in handen van het medicijn, wat de oplossing biedt voor die genophage. Ga ik dat oplossen of ga ik het niet oplossen? En op dat punt is helemaal niet duidelijk of dat nou een goede of een slechte handeling is. Nee, dat is gewoon niet evident. Het ligt heel erg aan de waarde die je als speler meeneemt. Mm-hmm. Naar die game. En het is heel erg. Hoe wordt het moment zelf gepresenteerd? Is het van, je kan een ras redden van ziekte? Of wordt het gezien als je gaat het heelal in gevaar brengen? Ja, dus dat is inderdaad. Het is een beetje een middel. Het wordt geframed als een middeldoel. Doelmiddel afweging. Dus weegt het middel van het redden van dat volk, zorgen dat zij een soort van formidabele. Kracht zijn en ons komen helpen om de Reapers, dus maar de echte dreiging in de melkweg, uit te schakelen, om die te verhelpen. En als speler zit je dan met het dilemma van, oké, ik kan nu de Krogans bij mijn team krijgen als ik ze de Genophage oplos. Maar er zijn ook opties dat je bijvoorbeeld liegt. Dat je gewoon wel doet alsof je de Genophage oplost. En die Krogan toch verleidt om mee te doen. Maar je doet het niet echt. Of je bouwt een soort van safeguard in. Ik weet niet meer precies hoe het zit. Ja, ja, ja. Maar dus, dat is niet evident. Want stel je redt de wereld van de Reapers. De echte dreiging. Ja. Dan is de melkweg gered. En dan 3 weken later staan de Krogan op de stoep. Ja. Die ook wraak willen... Zullen we heel even dit probleem even proberen te onderzoeken? Oké. Je hebt dus... Het hele heelal is in gevaar... doordat een Reaper, alien ras... alle levende wezens
kapot wil maken. Ja. Dat is hun doel. Daarnaast heb je deze Krogans, die zijn al eerder onschadelijk gemaakt, want die zijn ook een gevaar. Maar ze zijn een minder groot gevaar dan de Reapers. Toch? Ja. Al weet je dat niet. Dat weet je niet. Nou, daar heb je altijd... Voor jou als speler is dat... Onduidelijk. Ja, het is een minder acuut gevaar. Want jij weet, die andere gasten, die Reapers, die komen er nu aan. Dat is gewoon nu de grootste dreiging. Ja, je hebt een hulp nodig om die Reapers te verslaan. Maar weet je dat met hun hulp het gaat lukken? Nee. Dat weet je ook niet. Nee. Dat zijn twee dingen die je niet weet. Nee. En je hebt de Genophage, je hebt de oplossing voor hun problemen. Ja. En daarmee kun je hun overtuigen om jou te gaan helpen. Ja. En om het nog complexer te maken. Je kunt ook een speler zijn die heeft besloten een romantische interest te ontwikkelen in die Krogan. In een Krogan. Dus je hebt ook nog een Krogan die... Dat zou zomaar kunnen. Ja. Het kan zijn dat je hebt bedacht dat het je beste vriend in de game is. Mm. Dus je hebt nog een emotionele connectie. Je kunt ook helemaal een emotionele attachment ontwikkelen. In zoverre als dat gaat met een videogame. Ja. Ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn die daar heel ver in gaan. Ja. Ja. Nou, je kan in ieder geval verplaatsen dat in de personage die jij hebt, en wellicht is de Krogan waar je een emotionele connectie mee hebt. Iemand die heel patriotisch Krogan is en jou daarvan probeert te overtuigen. Dus dan... Ja. Nog lastiger. Ja. En je kan de keuze maken door... Het is heel duidelijk, in de game heeft die persoon daar echt... Die hebben die Krogan die je tegenkomt daar een heel sterke opvatting over. Ja. Ja. En je kan de keuze maken om hun eigenlijk te genezen, zodat ze jou gaan helpen. Je kan de keuze maken om te zeggen, nee, ik ga niet dit risico nemen. We doen het op eigen kracht. Je kan tegen ze liegen. Ja. Je kan een safeguard inbouwen. Ja. Ja, dat weet ik even zo niet. Je kan tegen thuis niet vastpinnen. Je kan, in ieder geval tegen ze liegen. En ze kunnen er niet zomaar achter komen. Ja. Maar waarom kun je niet tegen ze zeggen, jongens, jullie gaan sowieso dood. Dus beter helpen jullie ons. En ik heb geen Genophage. Ik heb geen cure voor de Genophage. En dan ben je wel aan het liegen. Dus het ding is... Ik weet niet welke opties er allemaal zijn. Er zijn op internet wel websites die alle mogelijke opties, mogelijke oplossingen voor die situatie in kaart brengen. Maar het interessante, denk ik, is dat gewoon. Het is een soort van weergave van de menselijke conditie. Mm. Onze positie buiten de game. Dat we vaak helemaal niet zo'n berekende. Beslissingen kunnen nemen. De wereld is zo complex, onvoorspelbaar, dat je niet een eenvoudige voorspelling kan maken van hoe een morele beslissing zich gaat ontvouwen. Dus wat in de eerdere Mass Effect games inderdaad een soort van heel zwart-wit was, of Paragon of Renegade, dat was, kreeg een soort van punten als je Paragon points als je een soort van engelachtige, heroïsche beslissing nam. En je kreeg Renegade points als je gewoon een evil beslissing nam. En het ging zelfs zo ver dat je personage ging er fysiek anders uitzien om te spiegelen, om jou als speler te tonen dat je slechte beslissingen nam. Dan kwam er een soort van, volgens mij is het in Mass Effect 2 zelfs, er komt een soort van scherf die komt bloot te liggen in je hoofd, waardoor het lijkt als je een soort duivelshoren hebt of zo op je kop. Het gaat best wel ver. Gewoon als een Fable eigenlijk. In Fable zit dat ook, van die horens. Of een Halo krijg je, toch? Of een Halo krijg je. De Phantom dus Pain had het ook. Fysiek, daar zit het ook in. Dus je krijgt fysiek teruggekoppeld wat voor beslissingen je neemt. Mm. En dat is heel zwart-wit, maar later in die games hebben ze dus wel doorgehad van we moeten eigenlijk die morele ambiguïteit moeten we meer tonen. En er wordt vaak gezegd dat dat in series ook een ontwikkeling is. Dat morele ambiguë karakters, dat die een soort momentum hebben. Ja. Dat die steeds vaker voorkomen. Ja. En dat ook de populariteit van Game of Thrones verklaart. Maar dat is denk ik eigenlijk de interessante kwestie. Ja, ontwikkeling die je in videogames ziet. Hetzelfde ontwikkelaar, BioWare, heeft ook de Dragon Age serie ontwikkeld. Dat is een andere videogame waarin
je vooral feedback krijgt van wat je peers vinden van de beslissingen die je neemt. Dus dan heb je een groep, teamleden mee en dan krijg je in beeld call approves of your action. Mm. Of approved staat er. Mm. Of greatly approves, als je iets doet wat heel goed is. Mm. En soms als je een heel belangrijke beslissing neemt, dan komen van alle 9 companions, teamleden die je kan verzamelen, komt in beeld staan wat zij vinden van een beslissing die je hebt genomen. Of je een spion die je gered hebt, of je die het leven spaart, of dat je hem ombrengt omdat hij voor de vijand werkt of zo. Dat heeft dan invloed op de approval van jouw teamleden. Ja. Dat is ook een interessante manier om moraal te behandelen. Je ziet die een veel meer zwart-wit is. Die veel meer ingaat op, oké, moraal is dus iets wat ook contextgebonden is. Ja. De ene actie die één iemand goed vindt, kan in de ogen van een andere persoon heel anders worden gewaardeerd. Dus je ziet eigenlijk in de ontwikkeling van series en videogames een lijn waarin het veel minder is, dit is goed en dit is slecht, naar veel meer het laten zien dat keuzes ambigu zijn. En dat daar verschillende mensen daar verschillend op reageren. Ja. En wat daar ook filosofisch interessant aan is, denk ik, is dat het niet evident is dat heeft niet per se de filosofisch betere positie. Hmm. Die morele ambiguïteit. Dat is meer een soort. Het zou ook kunnen dat dat meer een weerslag is van een maatschappij die het heel moeilijk vindt om uitdrukking te geven aan goed en kwaad. Of dat het een weerslag is van de oneenigheid die daar in de maatschappij over bestaat. Maar dat dat niet iets zegt over wat wel of niet beter is. Ja. Ja, dat is interessant. Ik denk dat daar heel interessante kwesties zitten. En waarvan ik ook denk dat videogames een heel belangrijke rol kunnen spelen om dat gesprek te voeren. Hmm. Omdat iedere game die je erbij pakt, heeft eigenlijk weer een andere manier om dat om dat te benaderen. Ik bedoel, jij noemde Fable al. Dat vind ik ook een heel goed voorbeeld. Daar heb je ook echt een soort van teller op de achtergrond die bijhoudt hoe goed of kwaad je iets doet. Van dezelfde maker, Peter Molyneux, heb je ook Black and White, heette die game. Mm. Daar was je een soort godheid die beoordeeld werd op zijn handelen. Of die goed of slecht omging met zijn onderdanen. Er wordt heel veel mee geëxperimenteerd. Dat is eigenlijk wel tof. Tot misschien aan games als Minecraft toe. Hè, waar dus eigenlijk de spelmaker heel weinig invloed probeert uit te oefenen op hoe jij je gedraagt. Waar spelers zelf bepaalde moraliteitssystemen gaan ontwikkelen. Van een soort van etiketten haast. Van hoe ga je met elkaar online om? En dan is Minecraft misschien niet het beste voorbeeld, maar zoiets als EVE Online of World of Warcraft. Dat zijn die massive online multiplayer games waar ook bepaalde codes ontstaan over hoe je tot elkaar moet en kunt onthouden. Dat vind ik wel verhouden. Zoals wat voor dingen dan? Ik weet bijvoorbeeld, in EVE heb je heel veel vrijheid over wat je kan doen. Daar is eigenlijk niet echt een soort van politieagent ingebouwd in de game die bijvoorbeeld voorkomt dat jij spullen van iemand anders afneemt. Ja. Zoals je gewoon daar de impuls toe hebt, dan kun je dat gewoon doen. Dan kun je ook dingen die heel waardevol zijn van iemand anders kun je kapot maken. Dat was zelfs in een trailer was een onderdeel van een trailer. Okay. Dat je dat zou kunnen doen. Een soort selling point bijna. Ja. Dat je waardevolle dingen van een ander kan vernietigen. Nou ja, dat is wel een interessante ook een soort van testtuin van hoe gaan mensen in die setting zich tot elkaar verhouden. Hmm. En vaak op het internet komen ook wel een soort van de negatieve kanten van mensen naar boven. Dat ze zich heel erg ontpoppen tot de nare mensen die onder een hele dunne laag beschaving schuil gaan. Ja. En dat uit zich dan in wat we dan griefing noemen. Dat je gewoon heel naar je tot je medespelers online gaat verhouden. Ja. Wat ik me afvraag is het gedrag van mensen in zulke vrije videogames, misschien ook in een ander voorbeeld in spellen zoals GTA en dergelijke, waar je inderdaad ook gewoon NPC's kan neerknallen en dergelijke. Is dat een weerspiegeling van iemand? Of kan het ook zijn dat die persoon dat als zandbak gebruikt om
Wat dat is dus moeilijk, ja. Dat is moeilijk te beoordelen. Daar zou je dan denk kwalitatief of kwantitatief onderzoek voor moeten uitvoeren als psycholoog of socioloog. Interessant experiment. Ja, zeker. Ja. Ik denk dat zal waarschijnlijk ook al wel gedaan zijn. Dan ben ik eigenlijk. Ik weet bijna zeker dat dat wel eens getest is, maar ik heb het zelf nooit geraadpleegd. Maar daar wordt wel heel veel over gezegd. Omdat het vaak ook de eerste, de go-to verwijzingen. Als er weer een school shooting is, dan is het vaak videogames. Videogames, ja. Mijn intuïtie is dat wanneer mensen NPC's grieven, dat heel goed een spelletje kan zijn of of iets wat geen weerspiegeling is van iemands keuzes en identiteit. Mm-hmm. Maar wanneer het gaat om het afpakken van dingen van daadwerkelijk andere spelers aan de andere kant, dat je daar toch meer morele speelruimte bij zou moeten vinden. Ja, misschien dat, ja. En ook omdat je heel makkelijk mensen hebben door dat je iemand bent die niet te vertrouwen is, heel snel. Ja. Dus in een sociale setting als EVE Online loont het niet altijd om ook echt een moreel ambigu persoon te zijn, denk ik. Omdat je in de lange termijn, of je gaat naar een ander deel van het universum, dat kan natuurlijk ook. Ja. Ja, ik denk dat daar zou je gewoon concreet onderzoek naar kunnen doen van hoe mensen zich daarin gedragen. Maar dat weet ik zo. Ja. Wat had je nog meer? Ik zal zeggen. We zijn ook al lang aan het praten, man. Hoe lang? Anderhalf uur. Anderhalf uur. Nou ja, ik denk dat eigenlijk, wat denk ik wel een goede opzet zou zijn voor het boek waar ik eigenlijk mee bezig ben, is om de verschillende deelgebieden steeds aan de filosofie te reflecteren. Want we hebben nu dus antropologie gehad, we hebben ethiek gehad, eigenlijk een stukje cultuurfilosofie, maar ik denk dat je dat met allemaal soorten filosofie zou kunnen doen. Dus je kunt ook de cognitie-filosofische angle pakken en je afvragen wat hoe het eigenlijk werkt dat we ons kunnen verplaatsen in een videogame, wat daar een soort van cognitief-filosofisch gebeurt. De vraag naar betekenis, de taalfilosofische kwesties die daarbij komen kijken. Hoe verhouden we ons tot virtuele objecten, niet bestaande objecten? Daar zou je iets over kunnen zeggen. Je zou iets kunnen zeggen over ook de sociaal-politieke dimensie van videogames. Dus ik ben zelf een sociaal-politiek filosoof, dus dat trekt me logischerwijs heel sterk. Maar bijvoorbeeld ook in die BioWare games, die Dragon Age en Mass Effect games, vind ik het heel interessant dat daar ook allerlei politieke kwesties bij betrokken worden. Dus we hebben het al gehad over die genocide kwestie, die genophage kwestie. Die kun je ethisch framen, als een ethische kwestie. Maar in die games komen ook, daar worden politieke problemen uit de realiteit ingeïmporteerd. Dus in die games is bijvoorbeeld een heel groot ding, is het soort van progressieve ontwikkeling nadat je niet alleen maar man-vrouw relaties in die games kan onderzoeken, maar ook man-man, vrouw-vrouw, tussen interspecies kun je van alles doormaken. En dat daar ook, dat is ook een beetje het domein van politieke gevechten zelfs. Dus dat was toen, zeker toen rond de komst van verschillende Mass Effect games, een soort van Gamergate-rellen, waarbij het ging over hoe progressief moet een game zijn, wat betekent het eigenlijk om een gamer te zijn. En daar spelen blijkbaar ook kwesties zoals mannelijkheid, vrouwelijkheid, feministische kwesties, komen dan opeens de gamewereld in en worden op het terrein van wat eigenlijk kunstuitingen zijn, worden daarin uitgevoerd. Worden politieke uitingen. Worden politieke uitingen, ja. Ik vind het, die feministische kwesties en kwesties van racisme zijn denk ik bij uitstek dingen die je in een videogame goed kan onderzoeken. Omdat mensen zich daarin moeten bewegen en keuzes moeten maken en je kan de gevolgen van die keuzes laten zien. Ja. Wat ik meer gezien heb bij dingen zoals Gamergate is dat er een politieke houding tegenover deze kwesties in die game gelegd worden. Dus kwesties zoals
wat mannelijkheid nou precies inhoudt, daar wordt een nieuwe definitie overheen gegooid. Ik heb weinig games gezien die echt dan ook, ik denk geen enkele game gezien, die de vraag naar wat is mannelijkheid dan opnieuw stellen. Of jezelf of jou als speler laten bewegen door verschillende manieren van mannelijkheid of iets dergelijks. Nou, dat ben ik niet met je eens. Of tenminste, ik ben nu bezig zelf toevallig aan het spelen met Dragon Age Inquisition. Mm-hmm. En daar kun je alles spelen van een hetero man die alleen met vrouwen van hetzelfde ras dingen doet. Mm-hmm. En wiens leven helemaal draait om vechten en bier drinken. Om een soort van stereotype. En die bij elke missie die die kan de vrouwen thuis laat en alleen met de mannen op pad gaat. Dat kun je doen. Mm-hmm. Tot iemand die waarvan je het ras of waarvan je de seksen of het ras specificeert. Die ook heel open staat naar alle andere mensen in de spelwereld. Hè. Dat het spel biedt je heel veel mogelijkheden. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd dwingt het je eigenlijk ook tot heel weinig, denk ik. Mm. Omdat heel veel van wat er gebeurt, en dat is wel denk ik ook karakteristiek voor eigen kunst in het algemeen, heel veel wordt aan de verbeelding overgelaten. Mm. Je brengt als speler heel veel mee naar de videogame die je aan het spelen bent. Wat je leest in dialogen die worden uitgesproken, tot hoe de relatie die je tussen karakters je voorstelt, of de achtergrondverhalen die je er zelf bij bedenkt en zo. En dat kan ook bij boeken is dat ook zo. Je brengt als lezer breng je, of bij een film, als filmkijker breng je heel veel mee naar medium wat je bekijkt. Maar ik denk dat bij zo'n game als Dragon Age Inquisition heel duidelijk wordt dat het scala aan opties wat geboden wordt, gewoon opgerekt wordt. Mm. En dat vind ik, denk, dat lijkt mij alleen maar een heel positieve ontwikkeling. Ja. Wat ik vreemd vind aan die Gamergate ontwikkeling lijkt een beetje te zijn dat, of aan die stroming lijkt te zijn dat je dat wordt op. Ik weet niet precies wat de standpunten zijn. Het is ook een beetje een diffuse beweging. Ja. Maar soms merk je in posts online dat het lijkt alsof mensen verwachten dat games een nauwer spectrum aan opties moeten bieden. Mm-hmm. En dat dan beter zou zijn. Dat vind ik een heel rare. Dat vind ik een rare ontwikkeling. Mm. Dus bijvoorbeeld een van de dingen die heel erg speelde rond de echte Gamergate-rel was de oproep van een van de vrouwelijke ontwikkelaars van een Mass Effect game om ervoor te zorgen dat je ook een soort story mode zou hebben in de game. Die ervoor zorgde dat je niet de gameplay hoefde te spelen, maar alleen het verhaal kon ervaren. Mm-hmm. En toen was de oproep, dat mag niet, want dat is geen echte game. Dat is niet echt gamen. Dus je maakt wel alle beslissingen die bij die. Hè? Je bent wel interactief met de wereld aan het interacteren. Maar als je niet ook alle schietscènes zelf speelt, dan is het geen game meer. Dat was een heel verwarde discussie, denk ik. Ja. Daar speelden duidelijk politieke motieven mee. Of persoonlijke kwesties die een heel duidelijke politieke lading kregen. Mm. Zo moet je dat misschien zeggen. Mm. Ja. Maar ik denk dat een. Om even voor de Gamergaters te spreken. Wat ik denk dat een goed argument is wat je vanuit die positie kan maken, is niet dat. Het is niet zo dat games een nauwer spectrum zouden moeten bieden. Maar ik denk dat waar mensen zich tegen keren, is dat als een game ervoor kiest om niet die volledig brede spectrum aan mogelijkheden te bieden, dat het dan gezien wordt als een game die dan zegt die bredere spectrum is geen goed. Dan ben je dus seksistisch bezig. Als je zegt, oké, ik maak een game met alleen maar die man. Alleen maar die stereotype man. Mm-hmm. Dat je daarmee ook afwijst dat er meerdere opties zijn om een man te zijn. Zodat meteen ook daadwerkelijk dat die game dan ook meteen een politieke statement wil maken. Terwijl je misschien zegt, oké, al deze opties zijn er. Maar ik kies er alleen voor om deze weer te geven. Vanwege wat voor reden dan ook. Zodat een game niet meer alleen maar de game kan zijn, maar ook meteen een statement is.
Dat vind ik een slecht argument. Oké, okay. Ja. Want? Want... Er is geen directe relatie tussen de game die persoon A maakt en de game die persoon B maakt. Er is geen dwingend karakter vanuit. Dat is wel wat je lijkt te suggereren. Wat ik denk ik wil zeggen is dat er is een bewustwording gekomen voor het feit dat games heel vaak mannelijk gericht zijn geweest. Dus mannelijke hoofdpersonages, stereotype mannelijke mannelijkheid, vrouwen vaak als een iets om te redden of lustobject of whatever. Nu is die bewustwording gekomen dat er meerdere ervaringen zijn van een videogame, van het leven. Dus meerdere soorten mannen, meerdere soorten vrouwen en alles daartussenin zijn opties die geboden worden door een game als Dragon Age Inquisition. Ja. Die bewustwording was er al lang, alleen videogames liepen heel erg achter. Liepen achter, inderdaad. Ja. In het licht daarvan, van die bewustwording, lijkt het te zijn dat als jij dus nu kiest voor een game, om een game te maken die alleen maar dat oude idee van mannelijkheid weergeeft, dat je daarmee zegt, die nieuwe bewustwording, daar ben ik niet mee eens. Ja, en dan is je punt dat ik vervelend vind. Nee, niet dat verwijt kan. Nee, nee, niet ik, maar als ik voor de gamer game spreek, dat dus daarmee het maken van een videogame tegelijkertijd ook een politieke opvatting is. Dus ik kan erop gepakt worden dat ik een game gemaakt heb die niet genoeg opties voor het zijn van. En daarom zou die andere game niet gemaakt worden? Nee. Dat is er geen punt. Nee, wat Chad bedoelt is denk ik dat als jij dus in deze huidige situatie een game maakt met bijvoorbeeld een kerel, heel erg mannelijk. Ik volg het argument wel. Ja. Alleen, maar zodra dat gebeurd is, dan mag niet meer. Oh, nee, maar ik denk dat we hier elkaar verkeerd begrijpen, want daarmee zeg ik niet dat Gamergate, de Gamergaters dit argument hadden. Over het algemeen was het gewoon puur, waarom moet dit nou, bladibladibla, heel veel gezeur. Maar als je het argument steelmant, dat je dit ervan kunt maken. Dat er wel een situatie gecreëerd is, waarbij dat als een probleem gezien kan worden. Dus... Ja. Nee, ik ga gewoon niet met je mee. Nee, ik zie het niet. Nee. Maar dat is misschien ook niet... Ja. Die storm is ook eigenlijk een beetje gaan liggen. Dus misschien is het niet goed om dat dan weer... Er zitten weinig merits in om die nog op te raken. Ja. Want de trein gaat gewoon vooruit. En de goede kant op, wat mij betreft. Hmm. Dus... Meer opties is meer beter. Meer opties meer beter, ja. Denk ik wel. En dat is ook wat leuk aan de toekomst van videogames. Zie je dat, wat mij betreft, of de lijn die ik denk te zien, is dat er voor games eigenlijk gewoon heel veel tofs aan zit te komen. Hmm. Als je ziet, weet je, de meest duidelijke indicatie dat het goed gaat met games is wat mij betreft gewoon altijd al het visuele spektakel wat erbij zit. Mm. Dan kun je gewoon altijd heel duidelijk aan zien van games zit een heel duidelijk stijgende lijn in. Mm. Boeken zijn wat dat betreft wel een beetje uitontwikkeld. Soms dan zie je nog wel een mooie nieuwe novelty in hoe het gebracht wordt of hoe het gepresenteerd wordt. Maar het soort van basisprincipes zijn wel uitgewerkt. Gewoon tekst, papier, mooi. En films die worden ook steeds visueel indrukwekkender. Maar zo hard en zo hard als het gaat bij videogames, dat is gewoon unprecedented, denk ik. Gewoon in ieder kunstmedium. En hoe snel, als je een game van 30 jaar geleden erbij pakt en die legt naast nu, dat is niet te vergelijken. Ik vind het ook gewoon leuk om eens nu en dan eens gewoon zo'n soort van compilatievideo te kijken van alle games van 1980 tot nu. Zo. Of alle FIFA's van de afgelopen 30 jaar langs elkaar leggen. Dat vind ik gewoon mooi. En dat er dan ook nog... Dat is dan alleen het visuele aspect. En als je dan ook nog ziet hoeveel mogelijkheden er met online bij zijn gekomen. Hoe dat de
dat het politiek inclusiever is geworden. Dat er soort van de morele theorieën die erin te toetsen zijn, dat die interessanter worden. Dat ook de thema's die erin aan bod komen, want daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad, maar de thema's die aan bod komen in videogames, die worden veel rijker. Dat vind ik echt wel, dat vind ik echt heel interessant om te zien. Dat nu ook de generatie waar ik toe behoor aan het opgroeien is en zelf games gaat maken. Dat je ziet dat bijvoorbeeld in God of War thema's als vaderschap en het zijn van een zoon en zo, dat die gethematiseerd worden. Of in The Last of Us, het verliezen van een kind, dat opeens gewoon, dat er een hele AAA videogame rondomheen gebouwd kan worden. En kleine pareltjes zoals The Dragon Cancer of The Depression Quest, wat eigenlijk een heel klein ding Dragon is. Dragon Cancer, dat was een heel goede inderdaad. Ja, dat je ziet dat gewoon echt hele moeilijke thema's opeens een podium krijgen en dat ontwikkeld worden. Dat vind ik echt super interessant. En ik denk dat ook, dat biedt ook allemaal opties, denk ik, voor de toekomst van videogames, dat je dat het bijvoorbeeld denkbaar is dat je niet een leesgroep organiseert, maar dat je eens een keer een gamegroep opzet. Met een groep mensen een spel gaat spelen thuis en dan samenkomt om dat te bespreken. Dat gebeurt natuurlijk al, maar dat soort van culturally ingrained wordt zoals dat eigenlijk al geaccepteerd is met films en met boeken, dat vind ik al echt een super toffe ontwikkeling. Ja, zou misschien een leuke Sofia-activiteit zijn. In plaats van Sofia leest, Sofia gamet. Ja, dan met onze studievereniging van filosofie daarover over te praten. Maar ja, kijk, ik heb dan ook wel eens al een keer een lezing gegeven voor een volle zaal bij Lux, waar ik zelf mocht, zeg maar, over games sprak, maar ook met het publiek ging gamen of zo. Dat past eigenlijk al in dat plaatje van, en dat wat, het als cultureel object steeds meer, cultureel product steeds meer onderdeel wordt van de mainstream. En wat heb je dan gespeeld toen? Toen heb ik zelf een stukje Bioshock gespeeld. En met het publiek hebben we beslissingen genomen in een hoe heet die game toch ook weer? Een Steam game in de Half-Life engine. Ja. Hoe heet die game toch ook weer? Ik kan me dat niet Die komt. Geen idee. Je speelt in een Portal. Nee. Portal. Maak je al geen games. Je speelt dat je in een kantoor. De Stanley Parable. De Stanley Parable, is hem. Ja. Tuurlijk. Ja. Die is fucking leuk. Die is heel leuk. Echt leuk. Ja. En ik ben mijn vraag kwijt. Je vroeg welk spel die speelde met het publiek. Ja, de Stanley Parable inderdaad. En hoe reageren mensen daar dan op? En komen daar dan vooral ook jonge mensen op af? Ja, dat was wel vooral jonge mensen. Ik heb ook een keer bij het Filosofisch Café op het hierover gesproken. Toen ging het over dystopieën en utopieën in videogames. Toen was het alleen maar een ouder publiek. Maar je ziet dat die hebben ook heel andere verwachtingen. Die hebben ook heel andere vragen bij videogames. Dus jonge mensen zijn echt in geïnteresseerd als cultureel product. Die willen het dan ook hebben over Mass Effect en de keuze die je daarin kan maken. Die willen het hebben over indie games, et cetera, waar wij het net ook over hebben gehad. En oudere mensen zien videogames toch vaak als, nou, enerzijds ook een bedreiging. Die zien videogames, die spelen ze dan ook zelf niet. Wat ik ook fascinerend vind. Je kunt je niet voorstellen dat je zegt, ik lees nooit een boek, want ik kan het niet. Is natuurlijk een realiteit dat er mensen zijn die geen boeken kunnen lezen. Maar je kunt in een je kunt er makkelijk voor uitkomen te zeggen dat je geen videogames speelt. Want dat ik is geen taboe. Want ik kan het niet. Ja. Nee, dat is gewoon een keuze. Maar in zo'n setting als het Filosofisch Café zie je dat er bijvoorbeeld meer nagedacht wordt over, is het dan niet gameverslaving bijvoorbeeld.
is een thema wat dan vaak aan bod komt. De grenzen tussen het echte en het virtuele. Mm. Wordt dan vaak gethematiseerd van gaan we niet toe naar een toekomst van videogames. Dat je zoals in de Steven Spielberg film Ready Player One, dat je helemaal, je kunt je helemaal overgeven aan de digitale wereld. Je hoeft er eigenlijk niet meer uit te komen, want alles is daar te vinden. Die thema's komen dan vaker te sprake. Ja. Maar ja, het zijn allebei interessante thema's, denk ik. Maar ik vind de eerste persoonlijk interessanter. Daar zit meer mijn filosofische interesse, moet ik eigenlijk zeggen. Maar die andere thema's, ik bedoel, gameverslaving, daar heb ik deze week toevallig nog een keer een workshop over bijgewoond. Dat vind ik ook een thema wat zeker aandacht verdient, omdat het ook gewoon een serieus probleem is. Ik bedoel, een van de vragen waarmee ik begonnen was van waarom is het zo interessant om met videogames bezig te zijn. Nou ja, videogames zijn voor sommige mensen zo interessant dat ze er zich erin verliezen. Ik bedoel, World of Warcraft is een bekend verschijnsel dat daar mensen gewoon Fortnite ten onder gaan. Ik weet niet of is met Fortnite ook al. Ja. Met zoveel spellen gebeurd, met League of Legends, Call of Duty, Final Fantasy Online. Ja. Ja, daar zitten dus aspecten aan die gewoon verslavend zijn. Ja. En dat is gewoon een serieus verhaal. Dus ik was bij een workshop deze week waar iemand vertelde over zijn gameverslaving en waar dat allemaal toe geleid heeft. Er was een jongen die heette Jasper. En die heeft ook een blog. Is hij begonnen over waar hem dat toe heeft gebracht. En dat was echt een serieus verhaal. Een jongen die zoals de meeste al heel vroeg in aanraking kwam met videogames, maar op een gegeven moment erachter kwam. Maar ja, ik ben dat nou. Ik studeer, ik woon op mezelf, ik mag zelf bepalen hoeveel dat ik videogame. En er dan achter komen dat je op een gegeven moment 16 uur per dag aan een videogame aan het besteden bent. En dan wordt dat gewoon een serieus probleem. Bij hem leidde dat er uiteindelijk ook toe dat hij. Dat hij echt gewoon met zichzelf in knoop raakte en tegen de lamp liep van ja, als ik zo op deze tocht verder ga, dan weet ik niet of ik het overleef. Gewoon zo reëel werd het opgeleverd. Ja. Dus dat is ook een serieus probleem. De dark side van videogames. Ja. Ik denk dat het ook heel sterk te maken heeft met die scheiding tussen virtueel en reëel. Want hoe meer je videogamet, hoe meer je daarin verliest. Ik kan me herinneren van tijden dat ik inderdaad nog veel gamede, dat ik eigenlijk op school zat en het enige waar ik aan kon denken was naar huis gaan en verder gaan met die game. Of dat je op een gegeven moment 2 dagen elkaar aan het gamen bent en dat je opeens allemaal dingen in de echte wereld van die videogame ziet. Ik weet niet of je die ervaring hebt gehad. Dat is heel vreemd hoe dat kan gebeuren, denk ik. Ja, ik denk dat we eigenlijk de game die dat het beste van de schijntegenstelling blootlegt, die daar aan de grondslag ligt, die heeft ons vriend hier aan de linkerkant al genoemd, dat is Pokémon. Die scheiding tussen het echte en het virtuele kun je heel moeilijk maken. En ik denk dat dat te maken heeft met hoe wij met de wereld überhaupt als ons als mensen verhouden. Dat wij niet zo heel goed zijn in het maken van harde onderscheiden tussen wat echt is en wat nep is. Dus ik bedoel, gewoon omdat dat onderscheid, en dan komen we weer terug bij de fenomenologisch niet echt ergens op slaat. Dus voor mij is ik ben nu bezig met Dragon Age Inquisition. Voor mij zijn de dingen die ik moet doen in dat spel op dit moment niet daadwerkelijk even belangrijk als de dingen die ik in het echte leven moet doen. Maar fenomenologisch, dus ervaringstechnisch, zijn ze wel even reëel. Dat wil zeggen, ik heb ook het gevoel van, dat moet ik doen. Weet je, de ervaring van iets moeten of iets willen, die kan ik net zo goed hebben ten aanzien van iets wat niet echt bestaat, als dat ik die kan hebben ten aanzien van wat wel iets bestaat. Ja. En misschien klinkt dat nu heel vaag, maar je kent allemaal wel de ervaring dat bijvoorbeeld dat het lekker is om likes te hebben op een post op Facebook of zo. Mm-hmm. Dat is ook virtueel, maar in de ervaring kan dat net zo belangrijk zijn als het hebben van echte dingen. Dus het, Ja, en daarin, dus en door dat samenspelten van echte nep hebben daar eigenlijk geen betekenis. Ja, op dezelfde manier zoals we die in ons dagelijks taalgebruik gebruiken. En ik denk dat daarin die angst wat veel oudere mensen hebben, dat het steeds virtueler wordt, dat eigenlijk wel
een reële angst is, al weet ik niet of je daar bang voor moet zijn. Ja. Want inderdaad, onze wereld ten eerste is al heel moeilijk te scheiden tussen echt en nep, ja, fenomenologisch gezien. Zeker. Maar ja, ook de wereld waarin we leven überhaupt is volledig gecreëerd. Wie van ons... Ja, die is artificieel, ja, voor een heel groot deel. Ja. En dat artificiële krijgt nu ook een virtuele component, maar ja, dat is alleen maar een extra virtuele component. Ja, die dus fenomenologisch weinig van elkaar te onderscheiden is. Hmm. Ja. Ik denk ook wel dat het eraan ligt dat oudere mensen ook wat ouder waren wanneer videogames een beetje opkwamen. En op echt in een knip van de vingers is het opeens geworden wat het nu is. Ja, ja, en dat is voor hen natuurlijk een veel snellere ontwikkeling gevoelsmatig dan voor ons. Ja, en ergens mee opgegroeid zijn. Hè? Ja. Dus, ja. Ja, natuurlijk. Je bent al ouder, je hebt een idee van de wereld en er komt iets nieuws bij. Ja, ja. En dat is of goed of slecht. Ja. Maar wij zijn ermee opgegroeid en we zijn ermee ook op een gegeven moment op een bepaalde manier mee samengesmolten. Ja, ja. Dus je ziet nou ook dingen als VR en zo, dat begint nou een beetje zo door te breken. Misschien dat we er over 10, 20 jaar ook van denken van... Nou, helemaal de verkeerde kant. Nou, dat hoeft mij allemaal niet, hoor. Ja, dan zijn wij de oude mensen van dan. Ja, weet ik niet. Wat, ik denk dat we een beetje tegen het einde aan het lopen. Als er iemand zou willen beginnen met videogames, waar zou die mee moeten beginnen? Beginnen? Ja. Stel je voor iemand heeft na dit denkt van, oh, shit. Klinkt toch wel interessant, ik wilde wel even weten wat het allemaal inhoudt. Ja, die vraag heb ik al vaker gekregen naar aanleiding van dit soort dingen. En de beste plek om te beginnen is denk ik zeker niet bij games zoals Bioshock. Mm. Hoewel dat wel, volgens mij, daar moet je wel naartoe willen, zeg maar. Ja. Maar dat is alsof je tegen iemand die niet kan lezen zegt, hier heb je Oorlog en Vrede of zo. Weet je wel? Dat moet je niet doen. Heel veel dingen op de iPad zijn heel toegankelijk. Mm. Games zoals zoiets als Device 6 of FTL of zo, die zijn heel toegankelijk op een iPad. En dingen van Nintendo zijn vaak heel toegankelijk. Ja. Dus alles van, daar zit gewoon een soort van genie zit daarin, in zo'n Mario game, die kun je oppakken en kun je spelen, ook al ben je, kun je daar verder helemaal niks mee. Ja. Ja. Cool. Dus dat zijn denk ik wel de dingen. Mario, FTL of Device 6. Ja, ja, of ja. Ja. Oké, cool. Dankjewel. Oké, graag gedaan. Thanks. Right. Yes. Poef. Ja, het is ook al 4. Hoe lang zijn we bezig geweest? Bijna 2 uur. Bijna 2 uur, oké. Okay. Ja. Oh, het vond je spannend? Leuk. Ja? Leuk. Dat was wel een uitputtingsslag, man. 2 uur.